Jawel. Ja. Daar zit hij dan. Leuk. Mijn nerd culture partner in crime. Godverdomme. Dit is ik. Koosmotor. Um, voor de kijkers uh, zijn er al een paar interviews geweest. Maar ja. um, in ons opnameschema uh, uh, is dit de eerste. Ja, yes, dus zo'n spannend moment. Ja, jij ook. Ja, gewoon van de, ook van de. Uh, weet je, wordt hij lang genoeg? Wordt hij niet te kort? Uh, 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 hij nou, wordt zo lang, lang genoeg als voorbereid. dat hij wordt. Dat sowieso. Ik, ik heb niks voorbereid dit jaar. Ja, behalve mijn top 10. Maar ja, het dus is ook makkelijker als je in de, deze stoel zit natuurlijk. Maar, had je voorgaande jaren dingen voorbereid? Ja, had ik wel zoiets van, ja, hier wil ik het daarvoor over hebben. En dit, dit soort dingetjes wil ik nog bespreken. En nu had ik zoiets van, ja, nou, we zien wel hoe het gaat. We het zien komt. wel waar het verhaal uh, naartoe gaat. Ja, waarom is dat nu anders? Weet ik niet. Omdat je een paar al hebt gedaan misschien? Ten eerste, uh, ja, dat. Ik denk dat het de, de vierde is of zo. Of de vijfde. En um, ik weet niet, maar ik weet niet hoe het voor jou is geweest. Maar voor mij is dit jaar echt voorbij gevlogen. Ja. Ik had het de afgelopen twee jaar bij de pandemie dat ik zoiets had. Dit is een, een snap voorbij gaan. En ik heb nu het idee, we zijn net begonnen of zo. Ja. Om, om een of andere reden. Dus uh, ook al heb je dus minder thuis gezeten, um, het, was een, het was een snel jaar. Ja. Ja. ja, waarin wel veel is gebeurd. En ook weer niet om een of andere reden. Weer ja. Niet? Ja, zeg maar met werk. Dan heb ik, heb we, ja, omdat, omdat we niet de, de, de hoogtepunten hebben van de afgelopen jaren, zoals een Asia Road Trip of, of, een, of een E3. Of nu, nu hebben we veel geleidelijker geproduceerd, zeg maar. We hadden Premium Visions iedere maand en ja, dat, ik wil niet zeggen lopende bandwerk, want het, dat was juist een van de hoogtepunten om, om daaraan te werken. Maar ja, meer steady, laat ik het zo zeggen. En dat is work-wise. Work ja. ja, spiegelt dat ook af op gewoon je hele, je hele ervaring van het hele jaar. Uh, uh, nee, wat kijk, als ik dan weer kijk persoonlijk, dan is er wel veel gebeurd. Echt veel. En, bevlogen toch? Huh? Heel bevlogen, toch? Ja, uh, heel tumultueus jaar. Ik bedoel, met mijn vader natuurlijk. Gezondheid van mijn moeder ook. Uh, mijn neef, die, uh, die helaas is overleden. En allemaal om een of andere reden, kort achter elkaar, ook en zo. En ja. Dat, dat, dat voelt ook weer alsof het een flits is geweest of zo. Ja, nou dat is natuurlijk ook... Vaak zeggen natuurlijk mensen... The time flies when you're having fun. Maar het kan ook ja. zijn dat het inderdaad ook gewoon in... Die, die hoogtepunten die misblijven... Dat het gewoon een soort van gestaag doorgaan is. En dat het daarvoor... Ja. Of het is ouder worden. De, dat is ook mijn theorie. Want ik heb, ik heb ook het idee: hoe ouder ik word, hoe sneller de jaren voorbij vliegen om een of andere reden. En dat is misschien omdat, ja, in hindsight, je hebt al veel meer jaren achter je liggen. En dan worden die jaren relatief steeds korter, natuurlijk. Ja, omdat je ook al dingen hebt. Je hebt zoveel al ervaren. Dat ja. misschien als er niet heel veel dingen nieuw zijn, dan voelt het ja. snel. Ja, dat of idee wel. heb ik ook inderdaad. Ja. Maar ik zie wel: wat, wat heb je in je hand? Tee. Ja, wat is dat? Ik heb hier een koffietje staan, ik ben gewend uh, om met jou ook een podcast ja. te beginnen met een koffie en dit en dat. Er zijn een aantal dingen wel veranderd. Het is een heel tumultueus jaar geweest en, en, en heel veel perspectieven zijn bij mij echt compleet 180 graden omgedraaid. Dit heeft er overigens niet zo heel veel mee te maken, maar uh, laat ik uh, beginnen dan. Het is een hele stressvolle periode geweest, waar, waarbij ik ook heel veel klachten zelf heb, heb gehad en dergelijke en letterlijk. Uh, Afgelopen vrijdag bloed en urineonderzoek teruggekregen en dat soort dingen. En ja, lijkt allemaal oké okay te zijn. <laughs> dus we euh, zijn dus heel erg blij dat dat, uh, dat het geval is. Um, maar zeg maar, op de piek van, van de stressperiode en dergelijke. Uh, je weet, ik, uh, ik smoke af en toe ook wel eens. Uh, en op een gegeven moment werd dat uh, werd, werd af en toe smoken, werd elke dag smoken. En op een gegeven moment werden dat vijf jointjes op een avond of zo. Echt? En, ja, ja, echt krankzinnig. En uh, ja, en op een gegeven moment, uh, ik realiseerde me echt, uh, maar dat was wel echt periode, weet je wel. Toen realiseerde ik me ook van: oké, okay, je doet het niet meer recreatief omdat het leuk is om een film te kijken, Stone of wat dan ook. Je bent nu op zoek naar afleiding You're up out en of life. Ja, en oh. gewoon check-out en dan, weet je, en dan val je vanzelf in slaap op de bank. En dan, dan om drie uur s'nachts ga je naar je bed en om acht uur sta je weer op, weet je wel. Toen dacht ik uh, nee, dat is niet goed. En uh, dus ik ben gestopt. Ik ben helemaal gestopt. Een maand nu. En het gaat eigenlijk best aardig. Ja. En um, alleen ik heb nog steeds lichamelijk wel wat klachten en ja, ik heb ook met jij veel erover gesproken. Die heeft daar ook. Uh, we hebben heel veel dingen die overeenkomen wat dat betreft en uh, ook. Ja. klachten ook. Klachten ook. Ja, gewoon bij mij zit het hier helemaal vast en straalt door naar mijn nek en mijn borst. En noem het allemaal. Op. Ja, heb ik ook gehad. Hè? dat is gewoon ja. puur stress. En, ja. Ja. Iedereen hebben allemaal, hè? Dat, uh, dat, ja. Bij iedereen is het altijd. Ja, want, met, heel eerlijk, ik spreek er met iedereen over hier op werk. Met jou, met Joey ja. heb ik. Ik heb met Joey ook echt een hele goede gesprek gehad toen we in Berlijn op, uh, op trip waren. Want Joey ja, met zijn vader natuurlijk ja. ook. En ik, to, toen was dat voor mij net bekend. potjes potje zit te huilen in Berlijn. Maar, ja. ja. <laughs> Dat hoort er allemaal bij. En, uh, en, en ja, heel erg open gesproken. En wanneer je dan heel erg open bent daarover. En ja, het is niet kwetsbaar opstellen of zo. Maar ik was altijd binnenvetter. Ja. Maar nu tegenovergestelde of zo. En ook op stream praat ik er heel veel met mensen over. En dan merk je pas hoeveel mensen exact dezelfde shit als jij meemaken. Ja. En mensen exact. praten er over het algemeen inderdaad niet over. Ja, maar dat helpt wel. Ja. En uh, gewoon deze gesprekken, het lucht toch weer op. En dan ja. Maar ik heb kramp, verkramp alles. En dus ik heb zoiets van iets, misschien iets minder cafeïne. En dan maar even, even een theetje. Ja, precies. Even. Ik wou net zeggen. Even mindful is het <laughs> ja. hier. Je zit hier mindful aan het eind ja. van 2022. Ja. 20. ja, maar ook om, uh, om heel eerlijk te zijn. Uh, compleet 180 graden gedraaid van wat ik vorig jaar zei. Ja. Want vorig jaar was... Je toen, was je toen een advocaat voor, voor drugsgebruik? Was dat het? Oh, uh, uh, <laughs> dat weet ik niet eens. Nee, ik weet was... niet eens wat ik, wat ik heb gezegd vorig jaar. Maar... Uh, ik kan me niet voorstellen dat ik dat heb gezegd. Het was meer dat toen je had dat je inzichten gegeven of wat dan ook, die nieuwe baan. Nee, maar dat wel. Daar zweer ik nog steeds bij. Dan heb je het over paddels. Daar zweer ik erbij. Niet dat ik dat elke week doe of zo. Ik heb dat letterlijk drie of vier keer gedaan in mijn leven. Maar het heeft een hele positieve impact gehad. Het geeft je letterlijk een bird's eye view. Maak je ego kleiner en. Ja, maar blijft het is geestverruimend. Ja. ja, maar het is geestverruimend. En je zei ook van dat je daarna weet je, nieuwe inzichten... Maar is dat iets dat blijft? Of is dat iets dat naarmate je het lang niet hebt gedaan weer weg? Nee, sommige dingen blijven. Uh, bijvoorbeeld het heeft bij mij echt een gigantische impact gehad... op de relaties met mijn vrienden en mijn familie. Dat is echt honderd keer beter geworden. En daar ben ik ook veel gelukkiger van geworden. En dat is zo gebleven. En, uh, en, en, en sommige dingen. Weet je, ja. Dat, en dat heeft denk ik ook wel met de stressvolle periode te maken gehad. Dan, uh, de, de, dan, ja, dan verval je toch weer soms in de oude gewoontes. Weet je, ik ben af en toe ook wel een driftkikkertje. En ook uh, af en toe wel heel koppig. En, en noem het allemaal maar op. Dat probeer ik heel erg los te laten. Maar, maar daar heb ik afgelopen tijd wel moeite mee gehad. Misschien is dat ook maar, de koffie. Misschien is dat ook de koffie, ik weet het niet. Ben je koffie of ben je even cold turkey? Huh? Minder je Nee, minder, minder. Ik heb vanochtend gewoon nog twee, uh, twee koffie. Trouwens, met de met, 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 uh, met, uh, brief maandag dronk ik nog koffie. Ja, nee, bedoel ik. Je Kijk, hebt al drie da, drie daar staat hij <laughs> ja, nog. Je hebt al drie koffie. Hoor. Ja, maar drie is weinig voor mij. Hè? Ja, ik okay, drink er ja. zes in de ochtend of zo. Dus, het uh. ja, dat is insane. Ja. Ja. Nou, ik drink er uh, altijd maar twee of drie op een hele dag. En dat is, uh, zes, maar daarom, hoe het? Ik las zoiets van meer dan zes is niet goed voor je op een dag. Dus het is ook zes en dan eigenlijk ook in de middag een uur niet meer. Nee, want precies. Dan, dan, dan slaap ik gewoon niet lekker. Ja, maar dus die, 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 die stresssymptomen... Kijk, bij iedereen is dat natuurlijk anders. Ja, ik had het nog nooit meegemaakt. Nee, dus ik, weet, ik had geen idee wat de fuck uh, er allemaal aan de hand nee, was. Ja, ik kreeg een soort van uh, paniekaanvalletjes. Ja, dat heb en ik en ook gehad. Ja. Ik, ik had dat... Uh, kijk, en vooral omdat je... Zo, ik ben ook wel een beetje een hypochonder. Best wel een hypochonder eigenlijk. En dan, uh, en dan de klachten die mijn vader had. En, en die ging dan ook weer op mezelf projecteren of zo. En op een gegeven moment was ik uh, naar het station gefietst. En ik was helemaal back-off, echt helemaal gesloopt. Alsof ik, alsof ik de abdues had, uh, had gedaan en helemaal naar tyfus. En ik stap, ik stap in de trein en ik begint de hyperventileren. Ik denk, ja. Fuck, ik ga dood aan. Het ja. duurde een minuut, maar ik dacht, tyfus, jezus. Ja, wat was je dat? Dat, uh, lang. Maar dat is heel irritant ook. En dat is ook ja. gewoon een stressuiting. Waarvan heb je een stressvolle periode dan? Waarvan? Ja, ja voor, voor, voor gezondheid van gezondheid van mijn ouders, allebei, weet je. Ja. Ik bedoel, uh, ik ben een soort van halve mantelzorger van mijn moeder. En uh, ja, dat, dat wordt ook niet beter uh, om heel eerlijk te zijn. En, en mijn vader was gewoon een heel extreem ja. piek. En gelukkig is dat nu ook... Uh, ja, toch? Dat is, uh, ja. dat is in, in principe nu uh, goed nieuws. Ja, en, en ook met mijn neef, weet je wel, van... Ja, mijn neef was 41 jaar, weet je wel. Dat... Dat is, dat is een krankzinnige leeftijd. En, en twee kinderen en laat de vrouw achter. En dat, dan heb je wel zoiets van... Tering, wat, 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 uh, wat is het leven ook al, kwetsbaar af en toe? Weet je wel? Van, zo heb je, ja, maar zo heb je alles en zo kan het letterlijk morgen over zijn. En, en dat, dat had ik ook met mijn vader. Waren, vorig jaar waren we naar Barcelona geweest, weet je wel. Met mijn broertje, mijn neefje, en mijn vader. Dat wilde hij altijd nog een keertje doen. En uh, dat hebben we vorig jaar gedaan. En ik had echt zoiets van doet als ik dat niet had gedaan. Wat dat had ik mezelf nooit vergeven? Of, uh, of waarom hebben we dit niet vaker gedaan? Weet je wel? Van ja. dit was zo vet. En uh, misschien is het. Ja, ja, niet om in die tijd Misschien was dit de laatste keer of zo. Weet je wel? Ja. Dat is een heel beklemmend gevoel, was dat? En, uh, maar het, het, het opent ook je ogen. En, uh, ik wil net zeggen, nu is dat misschien inderdaad dat je juist wat vaker. Uh... Ja, want ik ben helemaal geen familie guy. Helemaal niet. Weet je wel? En dat, dat is al beter geworden met mijn ouders en mijn broertje en, en mijn neefje en nichtje dan. Dat, was, dat, dat is al sinds een tijd heel erg goed. En, uh, maar nu heb ik ook wel mijn familie. Ik heb echt heel veel familie waarvan ik. Ja, weet je, dat zie je elkaar wel eens in de zoveel tijd. En dat is altijd wel leuk. Maar ik heb nu wel zoiets. Nee, ik moet naar elke verjaardag gaan. Weet je, ja. gewoon. Gewoon je best doen en bullshit met je bent te druk. Iedereen is fucking druk. Ja. Je maakt tijd voor die shit, weet ja, je wel. Voor familie, ja. En ja, dat, dus dat, dat heb ik nu wel heel erg. Dat, was wel, dat, dat heeft je wel veranderd dus. Ja, ja, heel erg. Maar ook met werk. Ik bedoel, ja. dat is wat ik bedoel van mijn, mijn perspectief. Wat betreft dat ook, is 180 graden gedraaid met wat ik vorig jaar zei in, in de eindejaarsinterview. Wat zei je vorig jaar? Na, nou, toen was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ja, was het vorig jaar of was het misschien alweer het jaar daarvoor? Denk ik dat denk dat het was ja? het vorig jaar? Ja, ik denk dat het vorig jaar was. Ja, maar ja. natuurlijk de twee, twee jaren waarin we veel thuis hebben gezeten. Dus die voelen ook en hetzelfde. Dat. En ook dan dat. ga je ook weer op andere manieren uh, over, uh, over dingen nadenken. Um, maar wat, hoe is dat nu? Maar dan? ja, als je ja, als je dan merkt hoe kwetsbaar het leven eigenlijk is, en dan, dan moet je eigenlijk meer waarderen de dingen die je hebt. En eigenlijk wat ik hier heb is goud. Ik zou ik zou het niet willen missen. Ik bedoel, jullie zijn fucking familie voor mij, weet je? Jullie letterlijk jullie allemaal, gewoon jij, jullie, Boren, iedereen. Fucking Daan, weet je wel? Jullie zijn mijn broertjes of zo. Jij is mijn oom en Boren is ook, weet je. Maar zo voelt dat gewoon. dat echt ja. En en ja, dan realiseer ik me gewoon, ik ben fucking blessed ouwe. En natuurlijk je kan altijd meer geld verdienen ergens anders of wat dan ook en de, dat, dat, dat zou dan ook altijd wel de, dat was dan misschien ook wel een beetje een motivatie maar, ja, het, ja. maar dat is misschien eigenlijk altijd de enige motivatie ja, die mensen hebben hier om wat anders te gaan doen of, of wat anders erbij te gaan doen ik, ja je kan altijd erbij dingen nog doen nou dat doe ik af Dat heb ik de afgelopen paar jaar ook wel gedaan en ik denk nou het is wel goed zo ja. het is goed zo en uh, ik zou dit voor geen geld willen missen en, uh, ja, ik, ik weet wat ik heb en ik ga nooit, nooit met tegenzin naar werk. Nooit. Nee, dat heb ik ook nog nooit gehad. Inderdaad. Nee, en... is, is dat dat? Inderdaad, dat je dus inderdaad zoiets hebt van. nou... Nee, maar niet goed. eens met, niet met tegenzin. Ik heb zin om naar werk te gaan. Want ja. dan kan we even met jullie praten en dat soort dingen. Ja, nee, dat... Toch, je bent er niet elke dag. Nee. Door COVID hebben we een soort van: is er een, nieuw, nieuw, een beetje een nieuw in dat, dat we zijn er allemaal op maandag en op, ja. op vrijdag bijvoorbeeld. En voor de rest wordt er een beetje gehusteld. Is dat niet jammer? Uh, nee, voor mij persoonlijk is dat qua werkbalans uh, de, uh, is dat perfect. Want uh, ja, ik woon nog steeds in Arnhem. Nog steeds. Nog steeds ja. En dat is heel veel dat reizen. al drie, vier jaar hetzelfde. Ja. ja, dat is heel veel reizen. En, uh, en nee, dat is voor mij perfect. Weet je, Want, uh, daardoor kan ik juist meer naar mijn ouders. Ik ga bijvoorbeeld elke dag dat ik thuis werk, ga ik in de ochtend even langs mijn moeder. Ja, doen we een koffietje, doen we samen. En dan ja, misschien iets minder koffie dan tegenwoordig. Maar een theetje. <laughs> ja, doen we een theetje. En nee, dan ga ik altijd even op bezoek bij mijn moeder. En trainen kan ik nu ook gaan doen, weet je wel. En ja, en dan kom ik. Ook weer met een andere groep mensen in aanraking. En uh, ja, ik ben het heel veel meer gaan waarderen. Ja, je hebt het ernaar, We hebben het in andere interviews wel eens gehad. Van over, weet je. Of je misschien naar Amsterdam uh, zou willen komen. En wat dan ook. Is dat nu? Uh, wel. Dus... Ja. Nee, eigenlijk niet meer. Nee. nee dat bedoel ik? Ik ja, bedoel, ja. Misschien ooit wel. Maar ik bedoel, ik heb wel. Alle, als we het dan hebben over vrienden en familie. Kijk, jullie zijn vrienden. En ook een soort verhaal familie. Maar hier kom ik al. Ja. En ik denk als ik hier zou wonen, dan zou ik juist mijn vrienden en familie, vooral die ik al mijn hele leven ken, die zou ik dan veel minder gaan zien. Minder zijn, en je ziet ons drie, drie keer per week. Ja. En als je hier zou wonen, zie je misschien niet je vrienden en familie daar drie keer per week. Nee. Kijk, nu, nu, nu dus uh, de thuiswerkdagen ga ik bij mijn moeder op, uh, op bezoek. Woensdag uh, ga ik voetbal trainen met de club en zondag uh, zie ik die, die gasten allemaal. Dus nou, ik vind het een mooie balans. Was dat, is dat nieuw uh, dit jaar, voetbal? Uh, nee, ik ben vorig jaar begonnen weer met voetballen, nadat ik zes jaar was gestopt. Ja. Toen, uh, en, en, toen voetbalde ik bij SML en uh, dat was... Uh, we, we verloren letterlijk alles. Ja, precies. Echt letterlijk alles. Gewoon letterlijk. Uh, en ook hard. En ik had echt zoiets van... <laughs> ik had uh, het enorm gemist. Gewoon hangen met de guys, een beetje trainen, een beetje sporten en, en achteraf biertjes doen we samen. Maar... Weet je, ik, ik ben te veel... Uh, ik kan te slecht tegen mijn verlies om iedere wedstrijd te verliezen. Kijk, en vroeger was ik enorm uh, gedreven daarin. En wa waardoor je af en toe ook een beetje over het randje gaat, weet je wel. Uh, wat dat betreft. Uh, en dat, dat, dat zit er niet meer in. Maar uh, ik had wel zoiets van: ja, ik wil wat doorgaan, gasten. Maar <laughs> Laat, laten we wel even. Een andere club gaan zoeken. Kijk, we, we, we hadden vorig jaar een team met, met, uh, met een aantal oud gediende die ik al mijn hele leven ken. En die jongens kunnen ook best aardig ballen. Uh, maar, we, nee, maar we hadden gewoon heel weinig mannen. Dus moesten we gewoon vanuit de club. Ja, wie staat er op de wachtlijst? Gooi ze maar bij ons in het team. En toen, uh, dan hadden we een team. Yeah. Maar dat was gewoon dramatisch. En nu hadden we zoiets van: ik zei, luister, ik, ik wil heel graag nog voetballen. En ik hou er echt van. En ik vind het ook tof om met jullie te hangen. Maar ik ga niet elke wedstrijd verliezen. En. <laughs> En heel eerlijk, dit is ja, mijn last dance. Whatever the fuck, hoe je het ook wil noemen. Weet je wel. Ik heb nog een paar goede jaren in me denk Na mijn veertigste zal het niet zo heel erg uh, meer gaan. Ik denk, laten we van die paar laatste jaar. Gewoon met echt onze buddies, die we al ons hele leven kennen. Gewoon lekker voetballen en, en winnen. Dus zijn we naar een andere club gegaan. En nu hebben we eigenlijk. Het gaat nu goed. Ja, ja, we staan tweede. Ja. Dus uh, ja, Inde. kijk aan. In, de, in de, welke klasse? Nou ja, gewoon als in. Ik weet natuurlijk niet hoe dat werkt. Als zijn, Volgens we mij zitten daar 16 teams of zo. De, de, ja, precies. Dus ja. In de buurt van Arnhem is dat een soort mm. van regio-competitie. Uh, ik weet ook niet hoe hem over dat in elkaar steekt, maar oh. dit is een super laag niveau hoor. Dat niveau, handen. maar dat was het vorig jaar ook, maar de van alles. En nu, nu zijn we tweede, maar het is hartstikke gezegd. Dit is wat ik had gemist. Dit, dit is precies wat ik wil hebben. Ja, dus precies. En als, als je uiteindelijk 40 bent gepasseerd, dan, dan eindig je alsnog in dat, in dat team waar je voor bent weggegaan, omdat je op dat moment Vast dat wel. niveau hebt, inderdaad. Maar we hadden het inderdaad over, over Game Kings. Ja. Um, het is wel grappig dat jij, uh, uh, ik doe natuurlijk de interviews. Jij die uh, uh, doet vaak ook wat voorwerk, soort van die heeft ook zijn input. Van nou, misschien is het leuk mm -hmm. om hierover uh, te hebben. Um, en een van de, van de vragen die die bij sommige mensen terugkwam, maar uh, niet bij jou, maar die wil ik alsnog wel stellen. Ja. want dit is ook weer de vierde keer dat we dit doen. En omdat je dat nu inderdaad aangeeft dat het, dat het iets is wat gewoon ja dat dat dat, dat bij je hoort of zo. Wat? Of waarom, waarom blijft dit na jaren nog leuk? En dat is natuurlijk iets wat, wat natuurlijk voor Boris en voor JJ uh. en voor Skate. En misschien zelfs voor mij een bijna misschien een andere vraag is. Maar dit is inmiddels ook alweer vier jaar. Terwijl je inderdaad ook hebt gezegd van nou, misschien moet ik eens kijken naar andere dingen. Dat is nu. Uh, ja, dat, dat had met meerdere dingen te maken. Met geld had te maken, wat ik al zei. En, uh, maar wat ik, zei, ik heb ja, mijn perspectief is gewoon veranderd. En ik. Ik zat ook echt bij mezelf van, echt ik de enige reden waarom we weg zou gaan zou dat zijn. Ja. En, uh, en, uh, en het feit dat we natuurlijk twee jaar niks hebben kunnen doen. En, en, en ook, ik vond het werk minder uitdagend worden op een gegeven moment. Maar die uitdaging moet je voor jezelf creëren. En, ja, en vooral hier. Ja, en dat hebben we ook gedaan, denk ik. Ik deed mijn Premium Vision. Heb iets fantastisch neergezet. En ik moet gewoon lachen elke keer als, als ik aan denk aan de weerde fucking shit die we dit jaar gedaan hebben. Maar ja. superleuk Star Trek natuurlijk als, als absoluut. Uh, als absoluut hoogtepunt wel Ja, was dat je Gamekings hoogtepunt? Dit ja, jaar? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het ook. Ja, ik, ik heb <laughs> nog wel wat andere dingen, maar dat, dat zal in mijn ding eens wel langskomen. En we gaan het over andere topics ook nog hebben, natuurlijk hier. Maar ja, maar gewoon Premium Vision in het al geheel. En uh, het, het ding is, je moet ervoor zorgen dat het, dat het geen lopende bandwerk gaat worden. Wat het heel af en toe kan voelen wanneer je heel veel items achter de desk uh, week in week uit moet gaan maken. En toen we nog geen premium vision hadden, was het op een gegeven moment alleen maar dat. En, ja. en, en dat, ja, dat, dat, dat was niet goed. Nee, de variatie nu is, is nice. Ja, ja, die, die, is, die is top. En, um, en we kunnen doen whatever the fuck we willen. Het, het is niet een, een vast, vast concept of wat dan ook. Gewoon als we, als we klaar zijn met iets, nou, dan doen we volgende maand iets totaal anders. En, en, ja, en zo blijf je gewoon creatief, het houdt je scherp en. En het blijft ook leuk en uitdagend. Ja, het is nu denk ik ongeveer anderhalf jaar bezig. Dus uh, yep. dit jaar een vol jaar. Ja. Dus het is echt een, het is een toevoeging aan wat we wat we doen. Ja, en dit jaar hebben we ja, ook, ook weer een beetje de sketches teruggebracht. <laughs> ja, Daan <Don and laughs> en vinden dat leuk. Ja. Het, ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Ik ja, bedoel, uh, dat, het, gewoon als ik denk aan hoe de biel we fucking op dat strand hebben gestaan <laughs> in Amsterdam. Voor die fucking B-watch, watch Shit, echt. Het was totaal niet wat we in gedachten hadden, volgens mij. En, en, en op een gegeven moment, ja, we gingen maar. En het, ja, dat zie je misschien niet echt in de misschien zie je het een beetje, maar er zijn echt honderdduizend filters overheen gegaan. Het was ijsfucking koud. Ja. Het waaide tyfus hard. Het was donkergrijs uh, de lucht. En uh, daar moesten we de Backwatch op nemen. Ja. Oh my god, dat was echt insane. Maar ja. Premium Vision is dus het, 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 het hoogtepunt van, van, van GameKings. Uh. Ja, nerdculture. Ja, en, ja pff, ik bedoel. Uh... Is, dat nog een, is dat nog een Gamekings ding? Of is, nee. is nerdculture nerdculture? Nou, ik denk vanaf volgend jaar is het geen Gamekings ding meer. Nee? Nee, ja. Doen, we, we moeten nog steeds een meeting hebben. Kijk, jij bent net een maand weg geweest. En, 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 en ik had net ook tegen u kunnen vandaag zitten. Want we hebben hele, hele ambitieuze plannen voor 2023. Maar we moeten wel even alles op. op, ja. op met alle neuzen dezelfde kant op en even op één lijn zitten. En. Um, ja, maar nee, nee. Hij moet editen voor Premium Vision. Jij bent hier waarschijnlijk nog tot vanavond zeven of acht. Om deze interviews allemaal op te nemen. Ja. Dus dat gaat vanavond weer niet lukken. Maar bijvoorbeeld. Uh, een van de dingen die ik nu gewoon moet beslissen. Ik wil één stagiair dedicated alleen maar voor, voor Nerd Culture. En dat heeft. Ja. Moet ik je ook nog uitleggen? Ja, nee, <laughs> ja, ja. Dat doen we wel een keer <laughs> off camera. Dat aan. doen we een keertje off camera. Maar ik bedoel van ja. Dat moet ik wel nu doen. Ik bedoel. Ik kan dat niet blijven uitstellen. Weet je wel. Dus uh, wat anders. Ja. Anders is het al te laat. Want even in voor waar ik begint die shit. Precies. Ja, dat is vandaar Moet je op zoek. Dat, uh, maar. Ja. Uh, uh, ja. We zijn in ja, principe is. nog bij de, bij de vraag beland. Wat het, wat het altijd nog leuk maakt. Ja, nou ja. Dingen zoals nerd culture. Ik bedoel, daar haal ik heel veel energie uit. We, we hebben nu Yui erbij ook. Jui uh, is een soort van vervang jelle geweest uh, de afgelopen vijf episodes. Heeft hij echt werkelijk fantastisch gedaan? En, en, en dat was ook voor mij wel het gevoel: ja, ja dit, 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 dit kan wel gaan werken. Dit, het concept dit... werkt sowieso. Dat, dat werkt sowieso, maar ook gewoon: ja, de Jui is net als ons. Ja. weet je wel. En, we, en toch zijn we alle drie heel erg verschillend. Uh, maar ook weer hetzelfde in een bepaalde opzicht, waardoor we goed kunnen viben met elkaar. De ja. interest uh, is natuurlijk allemaal ongeveer hetzelfde ja. de manier waarop we er aan kijken misschien anders ja maar ook de persoonlijkheden weet je wel en uh, en ik denk dat dat wel goed werkt maar ik, ik weet ook niet hoe we dat moeten gaan doen. Maar gaan we altijd met z'n drie aan tafel zitten of gaan we twee of gaan we dat wisselen ik ik heb geen idee nog we moeten bespreken ja en, en in ja data... niet uh, uh, kan je wat wat uh, uh, wat, wat reveal of een tipje van de sluier dan voor voor van ambitieuze plannen ja dat moet los van game kings wat uh, ik merk nu gewoon. Uh, voor bijvoorbeeld op YouTube. Uh, het wordt heel goed bekeken. Maar. Uh, Dan ga ik een beetje technisch wel erin. Omdat het zondagochtend release. om 9 uur. Nu, het was eerst 8 uur. Ik heb er al 9 uur van gemaakt. Afgelopen zondag 10 uur. Het is gewoon te vroeg. En uh, omdat niemand. Ja, wakker is op zondag, iedereen slaapt uit en dat soort dingen, weet je dus wel. Ze zeggen altijd, ieder, elke kijker, dat ze om 7, om ja, uur met een bakje koffie... Ja, maar dat zijn er een paar. Maar bijvoorbeeld als je iets op YouTube zet... Het eerste uur is het allerbelangrijkste wat betreft uh, hoe ver je video gaat, bijvoorbeeld. En uh, nou, dan hebben we al dat heel veel mensen nog slapen op dat moment. Dus dat eerste uur slaat al redelijk dood. En het feit dat we dan nog steeds goede, uh, goede cijfers halen... Dat betekent dat we hele trouwe klanten hebben. Ja. De klanten hele trouwe luisteraars hebben. Luisteraars, fanbase. Ja, ja, ja. en dat, dat is echt zo. Want we halen altijd wel ongeveer dezelfde cijfers. Maar viraal slaat het helemaal dood. Dus, uh, en dan heeft dat met de, tijd, de tijdstip te maken. En dat je merkt... Uh, de gamekings community en de Nerd, cultu nerd Culture community... beginnen wel allebei echt een heel ander ding te worden. En dus wat daar ook mee te maken heeft, is dat niet iedere gamekings kijker kijkt Nerdculture. Dus je, ook die click-through rate is wat lager dan bijvoorbeeld andere gaming-video's. Ja. Dus ja, ook dat heeft meer zijn eigen ding nodig. En wil je het dan op een eigen YouTube kanaal zetten? Want dat is dan uh, opnieuw opbouwen. Uh, ja, we hebben we hebben daar. Ik heb met jullie alle toen jij weg was, hebben we een aantal dingen op papier gezet. Dan moeten we af en we gaan bespreken, ook natuurlijk nog. Maar dat moet uiteindelijk wel losgetrokken gaan worden, denk je. Wat. Nu hebben we gewoon. Uh, we, we gaan niet meer op het GameKings kanaal, kanaal. Gaat Nerdculture niet meer groeien? Gewoon, dat heeft ze. Ja, of heel mondjesmaat, maar ik bedoel, dat heeft ze op het plafond bereikt. Omdat het gewoon een gedeelte is. dat ons al kent. En we gaan niet meer daarbuiten groeien. door bijvoorbeeld de eerder genoemde redenen. Hmm. Dus ja, ja. Dus, Maar dan moet je het weer helemaal opnieuw doen. We hebben dat in het verleden met, met Blammo natuurlijk al een, een keer of wat geprobeerd. het uh, ja. Team Hardware Woensdag. Ja. Uh, we, we hebben nog wat andere soort van afsplitsingen gehad van, van, van Gamekings. En dat is altijd kwamen we tot de conclusie dat het, dat het nog steeds beter werkt om dat via Gamekings te doen. Maar met de podcast niet. Dat werd ook gezegd met de podcast. En de podcast is nu juist uh, echt zo extreem scheef gegroeid ten opzichte van bijvoorbeeld de Gamekings podcast gegroeid. Terwijl we bij Gamekings... Vier keer zoveel doen, bijvoorbeeld ook. Ja. Nou ja, dus, maar dat zei je toen ook. En toen zei ja, ik... Nee, maar dat is, dat is inderdaad wat wij in het verleden, toen met alle projecten die we eerder hebben gedaan, toen hebben gezien. Maar ja, misschien ja. is dat nu een keer. Uh, is dat een keer we ligt misschien ook aan de personen zelf. Hè? Kijk, en, uh, ik denk dat we alle drie ook. Ik, kijk, ik weet niet hoe het daarvoor was, want ik was daar niet bij. Ik weet ook niet of dat personal passion projects zijn of dat het project ja, dat binnen het Game Kings was. Kijk, van mij weet ik, als ik stop ooit of whatever. Dan ga ik daarmee door. Ja. Jij hebt datzelfde gehad. Ja. En, en, en ook van, als ik het buiten mijn werktijd om moet doen, fijn, whatever. Weet je, het is, is een liefdesproject. Dus het ja. voelt niet als werk. En op die manier, denk ik, daar maak ik me geen zorgen over. Is er het soort van. Ja, het is dit is natuurlijk een gewetensvraag. Ja. Wat, is er iets wat je leuker vindt, gaming of de, de, de onderwerpen die we in nerd culture behandelen? Uh, poeh, dat is wel een hele moeilijke. Ik vind het. ...leuker om... ...om de nerdcultures te doen. Omdat ik gewoon... ...je kan gewoon volledig zelf... ...ik bedoel, wij bepalen wat het is. Weet ja, je wel? Okay, en, ja. en, 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 uh, en, en als we... ...als we een keer iets niet leuk vinden... ...ja, dan kappen we ermee. Weet je wel? Of dan schrappen we dat. Of we, doen, of we vullen het op een andere manier in. Dat is letterlijk ook hoe nerdcultures begonnen. Op een gegeven moment hadden we ook... ...het filmpje. Ik zei, ja, fuck die shit dan maar. Weet je wel? We gaan het helemaal anders doen. We doen het opnieuw. Nou, en ik denk dat we daar wel in zijn geslaagd. In principe ben je ook de hoofdredacteur daarvan, natuurlijk. Ja, ja. ja, ik doe de redactie. Maar, de, ja. ook, de, ook, de, maar ook dat, uh, we, we hebben wel een aardig idee ook van een rolverdeling. Een goede rolverdeling die we, die we voor 2023 en beyond uh, moeten, gaan, uh, moeten gaan aanhouden. En daarin doe ik de redactie voor de podcast bijvoorbeeld. Maar ja, er zijn uh, meer dingen uh, Er zijn nog veel meer dingen, ja. 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 Spannend, ja, ja, ja. <laughs> voor mij trouwens ook, omdat ik natuurlijk altijd ja, niet ja, alle plannen nou, maar ook weet, Jij moet daarmee hebben... akkoord gaan, ik bedoel, uh, ook dat hebben we gezegd. Kijk, Yui is erbij, uh, maar wij doen het al vanaf het begin. Dus ja, we hebben ook met z'n tweeën gezegd van dan zijn wij nog wel de leading guys en hakken we ja, de knopen voor, voor nu inderdaad, ja, de ja. final call. Uh, ja, maar ik bedoel, het ja, mag ook wel. We hebben twee jaar eraan gewerkt en dit is wat we ervan hebben gemaakt. Nou, Yui komt erbij. En, ja, je moet je strepen wel verdienen, zeg maar. Ja, zeker. Ik heb inderdaad vooral dat het niet moet gaan kannibaliseren met, met wat we al doen zelf voor Nerd Culture en ook natuurlijk niet voor Game Kings. Want ja. we zitten hier allemaal met onze eigen uh, uren en wat dan ook uh, per week ook. Uh, en, en ja, dat, dat moet niet uh, dat J.J. Dat op een gegeven moment schreven gezichten gaat trekken van, hé, hey, maar wat zijn jullie nou aan het doen? Nee, nee ja, dat is wel... Ik, ik, ik laat zowel Boris als jij een beetje doorschemeren van uh, <laughs> joh, het voelt, dit, dit is compleet onze eigen ding, weet je ja, wel? Van jij bemoeit zich niet met nee. Nerd Culture en als je dat een keertje heeft gedaan zeg ik, nee ik bepaal wie de gast is en, en ik zorg wel dat de op, uh, opname goed komt en dan oké okay, trekt die er vanaf ja. en dan, dan heeft hij het volledig aan ons overgelaten en dat, dat gaat goed en ik denk denk wel komend jaar dat ik minder voor Gamekings ga doen dan meer voor Nerdculture. ja vet. maar uh, ja dat moet allemaal nog wel goed even besproken door. worden dus jij jij je hoort het ja. Nee, no, jij weet het al jij ja. heb ik al gezegd van ja ik ga komend jaar wel meer voor nerd doen dan voor Gamekings ja. uh, wat ook waar ook wel best ruimte voor is toch dat, dat denk ik wel no, maar ik denk dat het ook wel mooi is want jij jij is een fucking machine de, 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 dat komt echt wel goed. Laat hem maar volledig op gamekings focussen. En laat mij dan maar dit gedeelte oppakken. En ik denk dat we er iets, iets moois van kunnen maken. En, uh, ik moet ook zeggen. Ik ben echt super blij met onze, onze fanbase. Of ik, wil, ik wil echt letterlijk die vraag. Wat stond nu op mijn lijstje? Oh. Uh, uh, soort van de, je zei het net al van de community. Die ja. lijkt ook een beetje al. Het is natuurlijk niet totaal anders. Er is ja. zeker veel overlap. Maar dat het een beetje ja, twee verschillende dingen beginnen te worden. Ja, we ik, worden ik, echt overspoeld met cadeautjes. En input. Het en... Maar ik bedoel. Ja, ja, weet je, om een of andere Kijk, Game Kings... Eh, Heeft ook die last hè? Het is 100%, maar om een of andere reden. Ik, misschien omdat het nieuwe is ja. of wat dan ook. Ik heb, die mensen zijn passievoller erover of zo. Van, ik denk dat veel meer mensen mij van Game Kings kennen. Maar ik word veel vaker op straat over nerdculture aangesproken, wat, wat ik nog steeds niet kan beseffen of zo, weet je wel. Terwijl dat nu Gamek. Nou, af en toe komt het wel eens voor. Maar... Ja, ik denk dat het de nieuwigheid is. En het feit dat, dat het platform Gamekins nu ook meer doet dan gaming. En dat was altijd al natuurlijk zo, maar nu is het ja. echt heel regulier. Ja. Dus dat wij. Dat, juist dat het dat ook bewijst van dat wij als nerds dat onderwerp, uh, dat het breder is dan gaming. En dat we daar dat het ook goed is dat we daar meer mee doen dan gaming. Ja, ja, de, ja het, ik weet niet. De, maar vooral die, die, die passie. De, om, het voelt alsof de kijkers er net zoveel passie voor hebben en dat we precies met z'n allen op één lijn liggen. Ook al kunnen de meningen soms verschillen, maar ze kunnen zich altijd dan of in, in jou, of in mij, of, of in Joey in dat geval. En, en, dat en is ook ze... de basis van Gamekings natuurlijk überhaupt. Ja, ja, tuurlijk, ja maar ja, het, het, het voelt er toch oh. iets anders om, om een of andere reden. En die passie en, en ook de, de suggesties en cadeautje waarmee we af en toe worden overladen. Het geeft je zoveel energie ook weer. En uh, nee, het is Super cool, echt ja. super cool. En ja, we willen alleen maar meer gaan doen. Ik wil net zeggen, de rackers er juist, het is nog lang niet uit. Nog lang niet, nee, we zijn net begonnen. Ja, we zijn net begonnen. Um, ik zat inderdaad even te kijken. Uh, er zijn nog meer dingen. Um, je hebt dit jaar volgens mij heel druk gehad met de Dutch Dream Awards. Ja. Was dat een hoogtepunt of was dat een taaien, een, een bittere pil? Dat, een was, uh, dat was dit jaar. Echt super, super stressvol. We hadden een veel kortere looptijd, wat dat betreft. Uh, en dit was voor mij precies in de periode dat alles kut ging. Ja. Weet je? Met mijn vader en al die dingen, weet je wel. En mijn neef. Dat was allemaal in die periode. En uh, echt dikke, dikke fucking shout-out naar jij. Want jij heeft, heeft alles wat ik niet kon. Want het was op een gegeven moment allemaal af en toe een beetje te veel. Heeft hij op zich genomen en, en echt... Fucking baas, maar echt, dat 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 zal ik nooit vergeten. Ik ga, ik ga hem dat ook uh, vragen, want inderdaad, dat is iets dat dat nou dat wilde ik hem gewoon graag vragen. Maar wat hoeveel energie heeft die man? Wat wat soort van, Jij zegt het net al, het is een robot, en ik zeg ja. het ook wel eens vaker. Maar zo voelt dat echt. Want ja. Als we, hij er, er is, het is nooit te veel. Nee. Er is nooit iets te veel. Als ik, als ik nu zeg van hey, je, je moet alles wat je nu doet doen terwijl je de Mount Everest oploopt. Kijk, dan we, doet hij dat ook. Ja, kijk. Wij zijn nog wel af en toe. En, en ook daar is niks mis mee. Laat, laat dat ook heel goed. Uh, uh, laat dat ook heel duidelijk zijn. Wij zijn af en toe grenzen aangeven. Weet je, dude, ik vind heel veel goed, maar ja. dit is de grens, weet je wel. En bij hem heb je die niet. Nee, nee die hij heeft gewoon geen niet. grens. En hij verlegt zijn grens dan als er nee, meer maar nodig is. Voor mij was hij echt dit jaar mijn rots wat betreft DSA. Uh, want ten eerste, uh, Tom, uh, die, die kon dit jaar uh, vanwege zijn, zijn andere baan kon hij helaas niet meewerken. Ja. Tom is uh, ja, drie jaar lang. Was dit de vierde? Denk ik. Twee of drie. Ja. Ik denk, nee, de, de derde, als het de derde was, dan was het twee jaar. Als het de vierde was, was het drie jaar lang. Ja, ze zijn mijn rechterhand geweest. Maar gewoon, op een gegeven moment, na drie jaar ben je zo op elkaar ingewerkt. Ik hoef hem niks te vertellen, nee. weet je wel? Van hij hij weet, is ook gewoon heel goed. Ja, hij, hij is ten eerste heel goed, maar ook gewoon van, ik hoef hem niks te vertellen. Hij weet precies wat ik wil en ja. hoe, het moet, hoe het moet gebeuren. En we hoef ik niet naar hem te kijken. Heel soms, ja, alleen de grote lijnen hoef ik uit te dan weet ik dat komt goed. Nou, hij was er dit jaar niet. En uh, ja, poef, dan merkte ik wel, oh, de shit. Dat heel, en dan ook nog bij uh, met alles wat er omheen speelde, uh, dat was gewoon mij te veel en, en jij was mijn rots in de branding. Ook let ik op het feestje van de DSA, de award uh, show heb ik hem heb ik hem ook echt bedankt van uh, dude, je... On stage? Onstage of uh, nee, nee, nee 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 we waren allebei stonden we achter de bar. We zijn altijd een beetje op de achtergrond weet je. Yeah. wel. Vooral bij de DSA. Ja ja we organiseren het maar we, we hoeven niet in de spotlight te staan of zo. En dan heb ik hem ook wel bedankt van. Uh, ik denk niet dat hij zich realiseert hoe, hoe uh, hoe, 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 hoe dat mij geholpen, zeg maar. Nee, ik denk weet dat je heel veel dingen van, niet realiseert over hoeveel die doet. Ik zeg het ook af en toe tegen hem. Van gisteren nog, zei hij van, nou, ik ga zelf wel, weet je, trailers die we straks in gaan schakelen. Ja, denk, dat doe ik, ik zelf wel. Ja, ik zeg, ik ga rollen zei hij. Ja. Ik zeg, jij. Ja. Die man is alles aan het doen. Hij kan, denk <laughs> ik, echt in zijn eentje, als dat nodig is, hij kan hij in zijn eentje ja. de redactie runnen. Ja, nee, nee maar uh, daarom. Alleen maar liefde voor jij. En uh, daar heb ik af en toe een beetje moeite mee als mensen wat cynisch over hem doen of zo, weet je wel. ik Kom op, jullie moesten eens weten ja. wat deze man allemaal doet voor, voor Game Kings. Ja, wat ja. was je uh, je rol in principe? Want dat is natuurlijk uh, waar we het van voorgaande jaren ook over hebben, hebben gehad. Je hebt het uh, vorig jaar ook eigenlijk wel gedaan, uh, hetzelfde toch qua rol uh, voor, voor de Voor DSA? Ja, 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 zeker. Uh, ja, mijn rol uh, daarin is uh, vooral de marketing communicatie. Uh, doe ik daarin. De, de opzet van de awardshow uh, in, in de eerste fase bepaal ik vooral. En jij is meer uh, de content ja, nou, van ook. de live shows. Ja. En, en ook uiteindelijk, inderdaad, hoe we dat verder gaan invullen. Ja. Uh, dus, mij meer structuur. Ja. En ook, ja, dus pro, project, project lead zou ik het noemen. Ja, ja voor, vorig jaar. Maar vorig jaar was ik echt de, 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 de projectmanager project die alle touwtjes in de handen had. Ja. En dit jaar kon ik dat gewoon niet. Toen was maar het ik kon ook het nodig niet. omdat dat toen een nieuw stramien was. Eh, ja. Enigszins. Nu hadden we dat al een keer gedaan. Dus ja. kon dat misschien ook wel ook nog een beetje los van elkaar staan. Ja, nou inderdaad. Geluk, maar gelukkig. Want, want, want ik had dit jaar niet kunnen doen wat ik vorig jaar had gedaan. En, en nee. dat, dat voelt heel kut, kan ik je vertellen. Dat voelt heel, heel vernederend of zo. Ach, of heel ja, ja, dat, het ja is dat, heel logisch, dat voel Je voelt je waardeloos, laat ik het zo zeggen. Dat, dat voelt heel kut. Maar het heeft wel een, een hele gegronde, logische reden. natuurlijk. Ja, maar ja, de show must go on. Ja. En, dat, en, en, en daarom ben ik zo blij dat hij dat wel heeft opgepikt. En ja. ook zonder klagen, nooit, nooit, nee, nooit geslaagd. Um, volgend jaar nog een keer? Pak ja. 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 Maar en? dan kom ik back with a vengeance. Dan, uh, dan, uh, dan doe ik het weer zoals uh, vorig jaar. En dan, dan, dan trek ik het weer helemaal naar me toe. En, uh. Andere een soort van zijn er, zijn er al andere ideeën? Uh, nee, we, we moeten nog gaan zitten. We moeten eigenlijk nog heel even gaan evalueren hoe het dit jaar is gaan. Want we hebben wel echt veel leermomenten ook van dit jaar. Ik bedoel, er zijn heel veel redenen uh, waarom bepaalde dingen liepen, zoals ze liepen, zoals ik net al heel had genoemd, bijvoorbeeld. Maar we kunnen ieder jaar ervan leren en beter worden en dan moeten we gewoon evolueren. En we, terwijl we evolueren, maken we ook gewoon de plannen voor volgend jaar. Ja, je hebt uh, bij, bij Dutch Dream Awards en, en andere gelijkende uh, producties, heb je ook... Heb je niet alleen maar meer, zoals, zoals je net zei, hè, met je friends en family van Gamekings te maken. Je hebt ook te maken met derde partijen, ja. de klanten, weet je, de, de sponsoren, de streamers. Ja. Hoe, hoe is dat? <laughs> Uh, hoe is het om een om als zijnde blammo, want we hebben een bepaald yeah. DNA. Uh, ja. Een beetje rowdy, een beetje guerrilla achtige uh, ja. niet de, de ontwikkelaar, maar gewoon hoe je dat. Guerrilla Warfare of guerrilla marketing, dat, de, die, die, die term. Ja. Um, en dan moet je ineens met corporals dealen. Ja, ja dat is. Uh... <laughs> ja, ik heb dat daar een achtergrond. ongemakkelijke lachje. Nee, ja, nee, maar ik heb daar een achtergrond in. Ja, precies. En, uh, en, en dus voor mij voelt het niet vreemd. Maar die twee werelden met elkaar uh, laten kennismaken. Dat is, dat is af en toe een uitdaging. En frustrerend ook. En, 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 uh, ja, wanneer je zelf ook in een corporal uh, structuur zit, ja. is het dealen met een corporal niet zo moeilijk. Uh, nee, dan, maar, maar, maar nu inderdaad. Kom maar ook voor mij niet. Want, wat, het ding is meer van, ik sta er tussenin een beetje yeah. wat dat betreft weet je wel. Ik heb aan de ene kant J.J. uitvoerend producerend en aan de andere kant hebben we dan de sponsoren en, en, en ik ben daar af en toe een beetje doorgeven luik daarin, weet je wel. Ja. Yeah, als dan, project lead, ja. Yeah. Ja, en dan heb ik af en toe ook een beetje met de ad hoc en 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 weet je, hustle mentaliteit van blammo te maken. Maar ook met de kaarde afspraken, op wit en en planningen en dat en dat. Ja, soms lopen de dingen niet zoals ze lopen. Maar bij blam wij maken ons geen zorgen. Want oké, okay, dit, dit gaat niet zoals we hadden gedacht. Dan komt het wel goed. En Morgen we hebben het wel gefixt. Ja, en we verzinnen wel iets beters. Ja. Weet je wel. En, en dat is uiteindelijk ook zo gebleken. Maar om daar een grote partij ook mee te overtuigen, van dat het, het wel goed komt en dat, dat we het beter gaan doen. Dat is af en toe wel moeilijk. Hoe, hoe, hoe gek is het inderdaad dat wij dingen bij van in een dag kunnen fixen? Ja. En af en toe moet ook. Ja. Terwijl je wekenlang op antwoord wacht van, van andere grote ja, partijen. Dat is je. moeilijk. Lastig toch? Ja, maar bijvoorbeeld daardoor hadden we dit keer ook een veel kortere looptijd. Maar van geleerd, kortere looptijd werkt net zo goed. Misschien ja? wel beter. Ja. Hoe, was het inderdaad evenveel even succes als, als, als een grote succes? Jaar? Nog, nog ja. meer dan, want vorig jaar hadden we al zoiets van: wow, dit dat ja. gaat echt. Beyond the imagination. Ja, nee, nee groter, weer, groter dan vorig jaar. Dus, uh, dus in een veel ook, kortere he? tijd. Ja. Dus, uh, ja ze, mensen weten wel gelukkig dat het eraan komt. Ja. Dus het leeft heel erg. Ja, het is inmiddels wel een begrip, denk ik, in, in Twitch-Nederland. Ja. ja. Dat, dat maken ons ook wel heel erg trots, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, we doen echt veel dingen, weet je wel. Ik bedoel, GameKings, Kings videogame-platform runnen. Nerdculture doen we dan erbij. DSA doen we erbij. We doen nog klantenopdrachten af en toe, weet je wel. Ja. Ja. Zijn er nog andere projecten die we, die we dan vergeten? Ja, vast wel. O, ongetwijfeld. Maar ik bedoel, het is zoveel zo inderdaad wat we op een jaar doen. Maar hartstikke leuk. En dat maakt het ook wel uitdagend. Zijn er nog dingen, omdat inderdaad, ik vroeg die vraag net van wat was je rol? Dus op een gegeven moment gaf je aan van, nou, dat je wel wat, weet je, wat, wat diversificatie in je werkzaamheden, en iets meer verantwoordelijkheid ja. en wat dan ook. Zijn er nog dingen in je hoofd. En misschien heb je dat net al beantwoord hoor, over, over nerd culture, Maar dus waarvan je denkt van nou dat zou ik nog willen doen. Dat is misschien waar 2023 misschien voor mij ook een beetje over gaat gaan. Uh, ja, voor mij uh, 2023. Mijn doel is wel uh, om, om nerdculture, zoals je eigenlijk op het begin al aangaf, meer los te trekken van Gamekings. En eigen, uh, eigen ding te laten, te laten zijn. En um, dat doen we met een hele kleine groep. In principe doen we dat met z'n drieën. En ja, dat is fucking insane. Als we, als we, als we met z'n drie iets kunnen neerzetten wat naast Game Kings kan staan. What, yo, what the that's, ja, wat de hell? Dat is awesome. Ik bedoel alleen al dat ja, geeft je energie en een soort van yeah. entrepreneurship daarvan ook. Dat uh, ja. je misschien uh, ja, ja, inspireert. De, de, ja, we, we moeten gewoon vette shit gaan doen. En uh, we willen dit jaar we willen een bioscoopzaal gaan vullen. Uh, misschien vette partnerships aangaan of zo. It, het lijkt me gewoon, ik vind het mooi om, om, kijk wij hebben een passie voor die shit. En wat ik merk is dat onze passie heel erg besmettelijk is voor andere mensen. Die, die gaan zich er dan ook in, 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 in interesseren. En, en dat we daar iets moois van kunnen maken. En, en meer mensen naar het bios kunnen trekken of wat dan ook. En meer community dingen. En, ja. Nice. Meer en groter is yeah. vooral het uh, mantra voor 2023. Nice. Hoe, uh, hoe gaat het met je streaming kanaal? Ja, goed. Het gaat, ja, het gaat gewoon Staan. een gangetje. Ja, ik merk wel in, de, in die periode dat het, dat het minder ging. Uh, van daar zocht ik, maar, ik was gestopt dan op een gegeven moment met, met smoken. Want ik dacht: dit is onproductief. Ik heb er niks aan. Ik word heel lethargisch daarvan. En, en weet je, het is niet de weg die ik wil gaan bewandelen. En uh, ja, dan moet je een uh, verslaving moet je inruilen voor een andere. En uh, ik heb me daarna wel veel meer op streaming uh, gestort. En uh, de afgelopen tijd heel veel meer gestreamd. En uh, ja, dat voelt goed. Ja. Ja. Vooral omdat ik uh, heel erg open ben geweest over alles wat er is gebeurd. En, 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 en als je dan merkt hoeveel liefde je dan ook terugkrijgt vanuit de community. En ook mensen met hun verhalen en hoe zij ermee omgaan. Nee, dat doet me echt heel erg goed. Ja. Heb je, ook een, je hebt ook een eigen community. community. Ja. ja, dat voelt ook wel een beetje gek. Toch? Ja. ja is, dat, is dat gek? Ja. Coast fans. Ja, ik, ja, ja we hebben nu emotes. Heeft iemand gemaakt? Coast gang in een regenboogkleurtje. Vet, Ja. De Kooskerk, dat zijn ze. Zo weird. Oké, als jullie het zeggen prima, weet je, dan doen we dat. Ja, en is dat een apart eigen segment vanuit de Gamekings community? Ja, maar ook steeds meer erbuiten. En het grappige is ook dat er mensen dan in mijn stream komen die of Gamekings niet kennen, of of Game Kings kennen en daardoor weer Gamekings gaan kijken. Dus, en dat zal Skate denk ik ook wel hebben. Ik denk dat, dat Skate ook wel heel veel mensen naar na Game King trekt. Ja, um, je hebt dus inderdaad, je streamt zelf, je hebt de Dutch Stream Awards georganiseerd. Hoe, hoe, hoe is de wereld, weet je, de Twitch uh, of livestream uh, game wereld, uh, is, is dat veranderd uh, afgelopen jaar? Was het, was het lijpe kwaliteit? Heb je nieuwe dingen gezien? Uh. Zit er progressie in? Ik, daar qua, qua groei is Twitch uh, wel wat, wat ingezakt, heb ik het idee. Dat heeft wel echt een boom gehad de afgelopen jaren. En je ziet nu ook wel dat er steeds meer mensen afhaken. Nu zie je ook wel van de mensen die het die, die deden om beroemd of, of geld te verdienen of wat dan ook. Um, dat is niet de motivatie. Want dan merk je gewoon, dat ga je niet volhouden. Dat, dat, dat kan je misschien. Ik een te weken doen. Dat kan je misschien. Een jaar doen of wat dan ook. Of misschien zelfs nog langer. Maar op een gegeven moment raak je gewoon burned out. En dan, dan stop je daarmee. En, en ja, dan heb je al die tijd voor niks gedaan. En uh, um, ik zie veel mensen op een gegeven moment op die manier afhaken. Maar wat ik ook zie, ik zie steeds veel meer mensen nieuwe concepten bedenken. En, en ja, en, ja en shows uh, creëren uh, op, op een hele tof manier. Het wordt zo af en toe ook steeds meer. Ja, televisie wil ik niet zeggen, maar het begint langzaam daar naartoe te groeien wel, ja. En dat was dit jaar, uh, heb je dat, uh, die, die, die zo'n spurt zien maken, of is dat al een tijdje? Nee, de, de, dat zal een tijdje gaan, maar je ziet mensen, de, uh, de, degene die blijven. En uh, die, die, de, dat zie je ook bij, je ziet ook bij de DSA, je ziet steeds meer excentrieke figuren die iets geks doen of iets bijzonders en en ja dat trekt mensen en en ja dat is leuk leuk om te zien dat wordt heel divers van ook borduurkanaal. Zeker. <laughs> What the fuck? fuck maar super live, weet dus je Van ja, super tof dat je dat doet, maar ja, ik zou er niet eens over na hebben gedacht wat dat mogelijk zou zijn. Nee, we, we, we zijn met GameKings met Blammo zijn altijd een beetje het buitenbeentje geweest. Ja. En dat hebben we met streaming volgens mij ook een beetje. Het is ja. grappig dat we daarom juist misschien ook wel de afstand hebben om de Dutch Stream Awards te, te organiseren. Ja. We hebben er wel passie voor. Ik denk... en jullie doen het allemaal, maar Skate, jij, weet je, nou ja, de, de, de GameKings kanaal zelf. Ja. Is we zijn niet betrokken in de streaming Twitch community? Nee, en ik denk dat dat wel goed is. Want uh, ten eerste, ik denk dat we dan een objectieve view ervoor hebben. Uh, het interesseert ons echt niet wie er wint. Nee, nee, maar wie nee. Ik bedoel, van, we hebben geen darlings of wat dan ook. We zijn niet heel erg matties met die. Dus we hopen dat die. Of we nee, dat hebben we allemaal niet. Ik denk dat we. We hebben genoeg afstand daarvan. Dat we dat we het objectief kunnen beoordelen. We Weten hoe we show moeten maken. We weten hoe we moeten produceren. Dus we weten ook wel hoe we een goede stream eruit moet zien, bijvoorbeeld. Ja. En. Um, Nee, dus ik denk dat dat een goede afstand is. Maar het is en blijft gek inderdaad. Maar ik zit bijvoorbeeld in streaming. En ik weet niet hoe er bij skate zit, bijvoorbeeld. Maar ik zit in streaming, ik vind het leuk om media te maken. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ja. Blammo heeft mij een mediamaker gemaakt. Terwijl ik vroeger marketingpapje was. Ja. En dat zo, zou ik mezelf al niet meer omschrijven. Ik vind het nu leuker om media te maken. En marketing is een onderdeel daarvan. Precies. En uh, ja, dat is voor mij de reden waarom ik op Twitch zit. Ik kijk zelf nooit Twitch streams. Nee. Gek genoeg. En nee, skate ook niet, weet je. Dat, en, en veel van ons niet, uh, terwijl we het zelf ook vaak veel doen. Maar ik vind het superleuk om over de top streams te maken, weet je wel. Uh, bijvoorbeeld de laatste twaalf uur lang een uh, Star Wars stream gedaan voor een goed doel en noem het allemaal maar. Ik vind ik hartstikke leuk en uh, allerlei verschillen. Uh, ik begon met de stream met Lego in elkaar te zetten. Had ik twee uur voor gepland. Stupid me, dat duurde vijf uur bijna. Natuurlijk. Maar Echt? met een camera gewoon over de desk en een de camera daar. Verschillende, ja, vind ik gewoon vet. En, ja. en eigenlijk had ik dat nog veel vetter moeten maken. Maar ik had er gewoon geen tijd voor. Maar dat vind ik leuk om speciale uh, streams en uh, dingen te doen. Heb je nog plannen uh, of, of ideeën voor, voor GameKings en of je eigen kanaal uh, voor, voor volgend jaar? Uh, mijn eigen kanaal. Ja, Ik vind het gewoon heel erg leuk om community dingen te doen. Ik denk dat dat wel een rode draad is uh, bij mijn stream. Ook vooral. Ik, ik heb wel heel erg uh, ja, gewoon momenten dat ik in een bepaalde saus zit. Ik zit op dit moment heel erg in de Final Fantasy Saus. En dan kan ik echt twintig uur lang gewoon Final Fantasy streamen in een week. En dat, dat is hartstikke leuk. Uh, maar het, 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 hard, uh, het tofste vind ik nog altijd met community dingen doen. En dat, dat zijn bijvoorbeeld dat we als van de laatste der Mohicanen... nog Halo Infinite spelen op een donderdagavond. Maar iedere dinsdag uh, Grand Turismo 7 League doen, weet je wel. Superleuk. Uh, Jasper gaat nu ook aansluiten bij, uh, bij die League bijvoorbeeld. Tof. Super tof. Zondags uh, Formule 1 League. Ja, ik vind, het gewoon, ik vind het leuk om dingen te organiseren. Dat te produceren. En dat het er ook nog een beetje gelikt uitziet. Dat, dat ja, daar ben je er veel en druk mee bezig. Ja. Voel je jezelf... Daardoor meer een streamer of meer een game recensent, criticus journalist? Als in de Game Kings rol of ben je meer de influencer-papi? Uh, Geen van beide man. Ik voel me niet een influencer. Totaal niet zelfs. Maar ik voel me ook niet een game-journalist of zo. Het, het voelt voor mij. Het ja, klinkt misschien heel stom of zo, maar het voelt voor mij gewoon. Ik, ik hou van videogames en toevallig zit ik voor de camera. Weet je wel? En. Uh, en ben ik je dan een videogame-enthusiast video mediamaker? Ja ik, ik ja, ik denk dat ik dat ben. En, en, <laughs> en, 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 en juist dat streamen, het, het zorgt er alleen maar voor dat ik meer ga gamen, want dan kom ik weer in aanraking met mensen, uh, weet je wat, die dezelfde passie hebben, en we zitten elkaar alleen maar op te hypen, en dan, dan gaan we, ja. Nee, dat vind ik, vind ik altijd mooi om, uh, om te doen en te zien. Ja. Zullen we het over games hebben dan? Sure. Ja? ja. Of denk je van, boah, hoeft niet. <laughs> Zal maar prima, <ja. laughs> Wat, uh, 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 welke game heb je het meest gespeeld dit jaar? Poeh, ik denk... Want je bent iemand die veel... Weet je, de, 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 op, op zijn streams en wat dan en ook. Ja. Gewoon, en, en überhaupt denk ik thuis gewoon... Dus, uh, game je veel off-stream? Nee. En... helemaal... Dat vind ik zo krankzinnig. Want net zoals dat ik het heel vet vind om een goed uitziende stream te maken, weet je Bij mij moet alle... Ja, misschien vind je niet dat mijn stream er heel goed uitziet, maar ik vind alles moet perfect, pixel perfect. De, weet je, de afstand van, van, de, van de pip moet even groot zijn en alles moet in verhouding staan. Bijvoorbeeld met Gran Turismo 7 heb ik specifiek mijn hele layout ook de, dezelfde transparantie van de in-game menu's gegeven. Mensen vallen, dat valt niet op, maar... Nee, voor jou is dat... Ja, nee, dat, ja. Is, dat zou ik zelf ook hebben, ja. Uh, maar wat was je vraag ook weer? Oh, welke ik het meest gespeeld heb? Ik denk dat het weer Destiny 2 is. Ja. Ja. ja, dat, ja. Nee, maar er zijn een paar nee oh, okay. Je vroeg of ik, of ik veel off-stream speelde. Ja. Nou, ik vind het dus technisch gezien en produceren vind ik heel vet. En ik vind het thuis heel vet om, om, een, om een hele vette setup te hebben. Dus met ik heb oled TV en een Sarahans systeem. En, en dat heb ik zodat ik op de meest pristine manier een film kan kijken. Want ik kan bijvoorbeeld niet een film kijken op, op, op een, op een vliegtuigschermpje zoals jullie. Bij mij moet het perfect zijn. Ik bedoel. Dat is ook waarom ik een OLED heb. Want als ik een LED-TV heb, dan zie ik of Blooming. Of, of weet je, die, 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 uh, die clouding. Of de blauwe shit, weet je. Kan, eh, kan ja. ik niet hebben. En, uh, dus voor mij moet het pristine zijn. En vooral voor gaming. En ja, ik kom me gewoon achter. ik game bijna totaal niet meer. <laughs> gewoon uh, off-stream. Heb je een stream-schema? Nee, ja. Hoor je hem ook wel eens gewoon aan? Op een gegeven moment heb ik altijd gezegd: van, uh, ik stop ermee op vaste dag te streamen. Want op een gegeven moment voelde gewoon eens een moedje. Ja. Maar nou, dat werkt toch wel gewoon het beste. Ook, ook voor jezelf. Want anders ga je er niet zo. geen tijd meer voor maken. Voor mij is dinsdagavond nu. de de Er is 7 En over het algemeen doe ik dinsdag. donderdag. en één dag in het weekend. Ja. En, en dan, ja. Maar stel het is niet één van die dagen. dan gooi je dus niet even een gamepje aan. Je wacht gewoon totdat je weer gaat streamen. om die game te, om een game te spelen. Ja, omdat ik gewoon. Kijk. Je hebt zelf het om ik, je games te spelen. Ja, maar dat is dan. omdat ik hou van de game en ik wil die game spelen en ik wil de game ervaren, maar dan heb ik gelijk ja, maar ik wil dat andere mensen dat ook op die manier ervaren en dan heb ik bijvoorbeeld van ja, kut. Uh, heb ik soms net een game binnen, wil ik gelijk aan beginnen. Nee, 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 ja, dat kan niet. Ik, ik moet wachten tot ik op stream ben want ik wil dat zij, dat zij vanaf begin van de game meekrijgen, Het hele verhaal, de hele ja, rat, niet, gaan we even samen beleven. Aan op dat moment omdat je dan die game Maar bevaren. soms kan dat niet. Soms, uh, soms zijn er embargo's ja. of soms ja, er zijn dan, Tal van redenen waarom dat even niet op dat, dat moment kan, bijvoorbeeld. Ja. Destiny 2 dus, als meest gespeeld. Zijn er andere ja. games die daar in de buurt komen? Want je, je speelt vaak, uh, nou bijvoorbeeld, weet je, The Racers, omdat je een league ja. hebt. Ja, uh, Gran Turismo 7, denk ik. Uh, Final Fantasy. Ja, Final Fantasy 14, heel erg veel gespeeld, ook weer dit jaar. Uh, ja, dat zijn toch wel de drie games, denk ik, voor mij. En Formule ja. 1. Nice. Um, heb je game teleurstellingen dit jaar? Nee. Nee, eigenlijk niet. Hoe, ja. vond, je, hoe vond je het gamejaar? gewoon de, de de echt gaming wise hoop releases voor mij misschien, misschien zelfs industry site als je oh, dat leuk vindt Ik heb wel een teleurstelling. Te ik heb wel een teleurstelling. Halo Infinite. Ja. Wat, was dat uh... vorig jaar? Ja, die game is er twee jaar geleden uitgekomen. Ja, en twee. Uh, het voelt een beetje ook als een Xbox-verhaal. van dit jaar moet het het jaar ja. worden. Want... En dan elke keer wordt het weer niet. Dus ik ga het ook nooit meer zeggen. zeggen. Ik ga het echt nooit meer zeggen. van als het een keertje wel wordt. fijn, prima, ben ik hartstikke blij. Weet je, en dan twee jaar lang mismanagement met Halo Infinite. en ik hou van fucking Halo, dat, weet je. Maar, weet je, ook dit jaar weer, weer niks. Weet je, nou, oké, okay, fuck it, ik heb het gewoon opgegeven. Dat, 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 is, dat is voor mij wel teleurstelling. Battlefield? Um, teleurstellend. Maar was al jaren voor mij teleurstellend. Dus, ja. uh, kijk, en Beddenfield. Een beetje hoop. Battlefield verschijnt ook vaker of zo, weet je wel. En voor Halo was het. Halo 5 was kut. En. Uh, we hebben nog heel lang moeten wachten op Infinite. Volgens mij sinds 2015. En dat zou dan de Rennende Engel moeten zijn. En ja. Weet je. Wat is dan de Rennende Engel? Hm? Ik zeg, wat is dan de de engel voor al de ponies? Oh, gaan ze het weer over? Ja, ja dit, 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 ik, ik weet het niet eens. Uh, nee, ja, dat, ik proberen te sturen naar Game Pass. Ja, nou ja maar nee. De, de, kijk, het ding is, Game Pass is super tof voor, voor, uh, voor, de, voor mensen. Voor, ik denk voor, gewoon voor mainstream gamers, als, als, als dat überhaupt bestaat. Maar... Ietsje meer hardcore dan mainstream. Want mainstream gamers die spelen twee of drie games en that's it. Ja, maar die twee en drie games, die kosten... Bij elkaar, 120 of 180 euro. Kan je beter een Game Pass abonnement nemen. Ja. Bijvoorbeeld mijn broertje heb ik een Xbox aangeraden. Kijk, ik vond 100% PlayStation heeft op dit moment betere games. Uh, ja, ik denk dat het wel overduidelijk dat is. Uit. Ik bedoel, ja, ja ik, bedoel, ik kies niet de partij. Fucking love allebei. Maar ja, Microsoft laat gewoon alle tijden tijdje liggen. Ja. En um, PlayStation is beter, maar ik. Uh, <laughs> Playstation Games zijn op dit moment beter. Maar mijn broertje zei ik, nee, jij moet een Xbox kopen. En neem gewoon een Game Pass abonnementje. En je hebt gewoon het hele jaar veel te spelen. Maar speelt hij ze ook? Want dat ja, soort ja, hij, stream gamers, ja, maar, die spelen toch niet die hele backhand nou, ook van Game Pass? dat is wel. En, ja. en dat vind ik dus tof om te horen. Dat ik af en toe van mijn broertje krijg. Van, hey, heb je deze game wel eens gespeeld? Is het hartstikke vet. Ja, omdat de barrière om zoiets te proberen, die is super laag. Dus hij probeert van alles, weet je wel. Hij speelt niet alleen maar kot? Nee, 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 nee juist video's. niet. Nee. Wow. Nice. Um, maar we, we, we waren bij. De teleurstellingen hadden we inderdaad gehad. Wat, wat vond je dan überhaupt gewoon van dit, van dit jaar? Nou, ik, ik, het gekke is dat ik pas nu bij de top 10 zoiets had van. Hey, fuck, het zijn best wel een matig jaar. Hm, matig. Had ik, terwijl ik het hele jaar. Want ik hoorde iedereen ja, een heel veel shit is uitgesteld. En blablabla. Bla, bla, bla. Ik heb geen één moment dit jaar gehad dat ik me of heb verveeld. Of dat ik dacht van nu komt er echt niks leuks. Of wat dan ook. Hele jaar heel veel plezier gehad. Maar ook omdat je veel games die... Games as a service, weet je, games die al lang uit zijn speelt. 100 En dan uh, ging ik me top 10 maken en ik denk... Ja, ja. <laughs> ik kwam al eigenlijk niet tot 10. En uh, zeker nog 3, 4 van die 10 denk ik... Ja, het is een leuke game, maar... Top 10, weet je wel. Hm. Maar je hebt dus wel uh, geforceerd een top 10. Uh, A, uiteindelijk wel. Waarnaar, ik maak een top 5 en 4 honorable mentions ofzo. Nou, maar dit is het eerste jaar dat ik niet honorable mentions heb. Gewoon nul. True. Ja, normaal had je dat altijd wel meer dan 10. Ja, ja, ja makkelijk. Maar en je hebt natuurlijk wel veel meer dan 10 games gespeeld. maar Veel uh, meer, ja. Uh, ja, ja. precies. Heb je veel gegamed? Ja, heel veel. Ik denk dat dit het jaar is dat ik het meeste heb Dat gegamed. zei je volgens mij vorig jaar ook. Ja, maar het wordt steeds meer. Ja? <laughs> ja. Ja. Terwijl je dat toch maar op drie avonden in de week. Uh, maar omdat, omdat het community-driven is. En dan ja. heb je altijd gewoon van. Er is altijd iets te doen. Er is altijd iets te doen. Maar ook. Ja, je voelt niet de verplichting. Maar gewoon hetzelfde heb je met voetbal. Weet je, ja. Je komt trainen. Niet omdat ik zin heb om te trainen. Maar mijn team rekent ook op me. En gewoon, ja. Weet je, we hebben iets moois samen. Laten we dit, laten we dit, dit vuurtje aanhouden. Aan en ja, dan, dan, dan ga je gewoon ook steeds meer spelen. Ja, we gaan zo naar je top, top 10 dan. Maar van een matig jaar. Um, heb je ook nog iets, iets over de industrie? Heb je daar interessante dingen gezien? Of, of, of heb je zoiets van nou, dat, 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 dat hoor ik wel langskomen in de piepshow. Uh, en voor de rest ja. interesseert het me niet zoveel. Ja, dus ik. wat uh, er echt iets is in, in de industrie. Nou. No. Nou, ik, ver, ik vergeet iets. Er ligt iets naast je. Ja, dat komt straks. Oh, dat komt straks. Ah, oké, naast je. Fair enough. Nou ja, maar we hadden natuurlijk daarna nou, dat, uh, maar ook de, de, de Xbox versus uh, 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 ja. PlayStation, nou ja, feiten of, of Lawsuit. Ja. ja, het interesseert me niet zo, weet je wel, ja. Af en toe moet je er wel namelijk bij de Show bij zitten, ja. meer dan de Voice of Reason, is dat het? <laughs> Weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Ik bedoel, ik kan, als ik er wat over moet zeggen, bedoel, er valt meer dan genoeg over te zeggen. Vind je de collega's die er in dat item zitten op een bepaalde manier gekleurd hebben? Zijn ze biased? Nou, ik denk niet dat. Ik, uh, Boris is zeker wel biased, heb ik het idee. En ik denk niet eens expres. Jij, denk, jij niet? Nee, die is zo hard geraakt door uh, The Last of Us. Ik, uh, Boris die, bedoel je? Ja ja. ja, ja. Dat zei ik toch ook, Boris? Ja, nee, maar ik zeg, jij vind je niet... Uh, uh. Nou, J.J. is... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Kijk, ik denk niet dat J.J. partijdig is. Ik denk ook niet dat Boris partijdig is, maar dat, is, dat perspectief is zo gevormd door, door bepaalde dingen die er zijn gebeurd, waar Boris bijvoorbeeld totaal niet mee eens is. En ik zie ook wel wat hij bedoelt, en ik zie ook waar hij vandaan komt, maar ik heb zoiets van, ja... Weet je, ik denk dat je zelf ook tekort doet door bijvoorbeeld dingen. door je daar vanaf te sluiten helemaal. De Us 2 was een van de fucking vette games ooit gemaakt. Weet je, en dat je daarna. Ja, op een gegeven moment achter alles staf ziet. Ik snap het, maar dat betekent niet dat iets kut is. weet je. Ja, we leven gewoon in een bepaalde, bepaalde periode. En ja, dat is gewoon. Ja, het is een trend nu. En dat, dat zal vanzelf wel weer weggaan. Ja, nee, daar maak ik me totaal geen zorgen over. En jij, ja. Kijk, Boris is zo gepassioneerd en fel, en jij gaat er gewoon lekker mee. Ja. Die, die, die is daar, die is daar, die, die is gewoon een show aan het maken, ook natuurlijk. En ja, hij mag iets van nee' zeggen tegen Boris. Maar dat is moeilijk ook, hoor, bij Boris. Ja. En um, voor, vooral één op één, want dan kan soms uh, het, het gesprek bijvoorbeeld helemaal doodslaan of zo, weet je wel? En nee, ik denk dat ze het heel goed doen. Ik, ik moet, ik, ik moet altijd gewoon lachen om de comments. daar altijd. Het zijn altijd dezelfde mensen altijd zijn ze heel erg boos. Waarom kijk je dan? Ja. <laughs> Gewoon, ja. <Hoe> <laughs> ik, denk dat we, en ik zie ze dat ook zeggen hoor. Van ja, lekker momentje waar ik me weer even helemaal aan kapot kan irriteren of zo, weet je wel. Ja, ook zo. Hoe, hoe uh, uh, heb je dat dit jaar uh, gedaan met de comments? Uh, we hebben het ook wel eens gehad, weet je, soms dan, dan, dan doen ze pijn en toen, dan zeg je ja. weer van nou, ik, ik, heb, ik, ik ben er klaar mee, ik, ik, ik reageer <laughs> niet meer. En dan uiteindelijk kom je toch weer een beetje terug. Hoe is dat dit jaar geweest? Uh, 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 ja, mini mo moet ik wel ook zeggen hoor, maar um, ik, ik trek hem ook minder aan. Ik denk, dat heb je nu eindelijk geleerd? Ja, ja dat moet ook wel. Anders, anders, ten eerste, je moet, niet dat je je niet moet laten beïnvloeden. Ik bedoel, een kutcomment kan nog steeds hele goede feedback zijn. Ja. Ook al wordt die kut gebracht. En ook al wordt die niet kut gebracht. Soms kan het heel, heel de, precies de vinger op de juiste plek op de, op, de, op de zere plek leggen. En ja, dat is even kut om te horen. Maar dan moet je... Maar daar kan je wel iets mee doen. En uh, dat moet je, ook, moet je ook doen, denk ik. En soms ja, kan je er helemaal niks mee. En, 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 en soms moet je ook uh, ja ego loslaten weet je ja. wel en dan ja oké okay. accepteren yeah, whatever. ja whatever Somm sommige ja. mensen kan je nooit van gedachten nee. veranderen en dat hoeft ook niet weet je wel nee zeker niet maar is vervelend wanneer die misschien op de hele tijd hetzelfde het blijven zeggen zodat je soort van denkt van maar dus face it, dit is wat we zijn ja 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 maar ja, ik heb gewoon, ja laat maar los ja laat je maar. hebt je plek erin gevonden ja, dat ja, is nog steeds wel af en toe wel moeilijk hoor. Ik bedoel, <laughs> ik ben en blijf ook wel een koppig en, ja. en driftig mannetje. Af en toe probeer ik aan te werken, maar um, ik denk dat dat wel steeds beter gaat. Maar... Ja, volgens mij ook, hè? Ja. Ja, ja, minder poestig. Ja, maar ook gewoon, uh, ja, je moet jezelf ook niet uh, te belangrijk vinden. En je moet jezelf niet te serieus nemen. En dat, dat zijn wel twee dingen die ik ook af en toe heb. Soms neem ik, soms neem ik dingen ook heel persoonlijk, terwijl het ja. helemaal niet zo is, weet je wel. Maar zo voelt dat gewoon bij mij. Bij, bij, bij een, ons allemaal. Ik denk, ik, denk, ik ben een passievolle jongen ook wel. En dan, dan komt dat vaak harder aan of zo. En, uh, maar, nou ja. Dat, ja, ik zou ook niet weten wat ik over moet zeggen. Ja, dat, dat hoort erbij. Bedoel, ja. als, je, als, je, als, je, als je media maakt en, en veel mensen kijken, ja, dan, dan hoort dat erbij. En, en, en dan denk ik ook vaak wel eens van: ja, hoe, hoe zou, zou Johan Dijkstede zich voelen? Of hoe zou, hoe zou de pup zich voelen? Weet je wel? Ik bedoel, dat, dat, dat is nog tien keer zo groot. Ja. Dus wat loop ik dan niet. te janken? Weet ik, ik loop ook gewoon te janken hoor af en toe. Dan denk ik van: Jezus, man stel je niet zo aan. Ja, dan, ja, soms dan denk je in, in, in hindsight op terug van... Nou, ja, dan, dan denk ik van... Jezus, wat, wat gedraag dat je ook als een 50. lul. Ja, 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 ja heel, af, heel eerlijk. Af en toe vind ik mezelf ook een lul. Ja. Weet je wel? Ja, dat dan, ja, is gewoon zo. Ik bedoel van... Dat is een cliché, van dat je af en toe je er, jezelf je ergste vijand bent. Dat is bij mij 100% het geval. Want dan denk je van: Jee, zo wil ik helemaal niet zijn. Zo ben ik ook helemaal niet. Weet ja. je wel? En dan vooral, vooral in een periode dat je weer wat kutten voelt. Dan, dan ga ik. Weet je wel? Misschien ook dezelfde manier waarop mensen thuis soms reageren. die ook af en toe niet lekker in de vel zitten. Ja, dan denk ik ook van: ja, Laat die ook gewoon even een uitlaatklep. Voor sommige mensen is dat ook een uitlaatklep. En dan. Voor mij ook, en dan moeten we niet de bovenop gooien. Dan moet ik gewoon, ja, oké. Okay. Moet ik mensen ook gewoon ruimte geven. Ja. En ik moet soms ook minder een lul zijn. Dat is gewoon zo, ja. ja. <laughs> learn. Doe niet expres. Nee, precies. Doe niet expres. Hey, we zijn precies een uur bezig. Ja. Zullen we de tien games in tien minuten proberen? Sure. Uh, moet ik de even een pakje erbij pakken. Pak je erbij. Ik hoop dat de redactie ervoor klaar zit. Ik denk het wel. Uh, Heb je, je hebt dus tien games. Uh, ja, ik heb wel ja, tien games. Met moeite bij elkaar negen kunnen sprokkelen. Er. Oh, je hebt er negen? Ja. Nou, begin maar met je, met je nummer negen dan. Ja, negen. En ik had de eerste game niet gespeeld. Maar deze moest ik toevallig doen voor de review. Ik weet trouwens niet eens meer of ik bij de review zat. Maar ik kreeg hem uiteindelijk wel eerst in eerste instantie voor de review. A Plague, Tale, uh, Plague Tale Requiem. En um, ja, stond totaal niet op mijn radar of zo. Wat ik al zei, de eerste had ik niet gespeeld. Maar wat een gruwelijke game eigenlijk wel. En wat, ik zie nu weer de beelden. Wat zag het er fucking gruwelijk uit? Ja. Dit, uh, het, ja, ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, maar het, het voelde echt alsof ik een reis door de tijd maakte. En, uh, nou, de, de gameplay was niet eens zo bijzonder, of, of, of de puzzel zo geweldig, maar um, de game deed ook wel heel veel dingen goed. En uh, vooral heel erg vibey. En wat ik, uh, wat ik graag wil in een game is, is kunnen ontsnappen naar een andere wereld, een alternatieve realiteit. En, uh, en dat deed deze game precies voor mij. Ja, de subtoppers deden het volgens mij heel goed dit jaar. Ja, dit, 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 dit is voor mij wel een... Uh, ja, dit is misschien niet de AAA waar iedereen het hele jaar naar uit zit te kijken, maar dit was voor mij een leuke, mooie verrassing. En uh, ja, eigenlijk uh, ga ik deeltje, deeltje 1 nu ook wel even oppikken. Ja, hij, hij, hij deed heel goed op de Gamescom ook. Ja, ja klopt inderdaad. Ja. Vond je het trouwens tof om op de Gamescom te zijn? maar dat is sowieso omdat we twee jaar lang niks hebben kunnen doen. Maar ik vind het altijd op pad gaan met je maten, weet je. En dan ook de gezellige avonden die we eraan vastplakken. En, uh... en dit was in principe weer, de, omdat het echt voor een gamingbeurs was, wel de eerste in een paar jaar dat we echt voor gaming het, het land uit gingen. Ja, een en, deden. Kijk, en, dus, dus het is gewoon met je maten op stap gaan. Maar dan ook nog content maken over je favoriete fucking shit. Ja, er is niks moois dan dat. Ja, je hebt genoten toen van de trip. 100%, altijd. Ja. Dus er, is, er is geen één trip waar ik niet uh, heb genoten. Ver. Heb je er nog meer gedaan dit jaar? Trips? moet ik goed nadenken. Ja, ja Berlijn heb ik tripen. gedaan met uh, Jui. Met, met ik dat, uh, dat ook ouderwets? Ja. ja. De, maar de, de, dat was ook de eerste keer op stap met Jui. Ik bedoel, Jui ken ik hier wel van kantoor. We hebben hier ook vaak genoeg peelsjes met elkaar gedaan, buiten. Vooral in de zomer deden we dat. En super lachen ook om, om, om samen met hem content te maken hier. Maar even gewoon één op één. Keihard gaan ook wel. Want we hebben echt heel veel content gemaakt in twee dagen tijd. En, uh, en dan ook nog die Logitech uh, staf uh, gedaan. Uh, ja, dat was super vet. Ik heb hem beter leren kennen. En wat ik zei, van uh, we hadden allebei uh, ervaring ook hoe het is om, uh, om, om kanker met de vader te hebben. En, en ja, ouderwetse potjes zitten janken toen die avond. Maar het was mooi, laat ik ja. het zo zeggen. Ja, sick. En ik denk dat de mensen ook thuis wel hebben gezien hoeveel plezier we hebben gehad tijdens die, die trip. Heb je het gezien, dan? Zeker. Oh, oké, okay. ja. ja. Ja, weet ik niet of dat ik, ik geen Premium Visions kijk. Dat ja, weet ik van niet. Van matties. ja matties. I don't fucking know. I don't know. Tuurlijk. Um, wat wou ik zeggen. Ja, en, en dus de uh, well, Gamescom. Joey uh, is uh, weg geweest voor trip. Dus ja. um, stille hoop voor volgend jaar dat er meer tripjes uh, ja, aan zitten te komen? Jo Boris had al gezegd. Ja, dit jaar gaan we weer, wel weer een keertje op trip. Dat is ook wel echt belangrijk vind ik. Ik bedoel, nog steeds de allermooiste herinneringen. Los van de E3. Want die blijft voor mij bijzonder. Uh, zijn van maar de Asia trips, die waren echt insane. Ja. Dat, dat is het vetste wat ik ooit heb gedaan. En, Hebben uh, we dit jaar niet gedaan, dus dat moeten we nee. volgend jaar zeker weer ja, en, doen. Ja en, uh, en, en weet je, laatst hadden we een stream, zaten we al die fucking video's, Zo ik ik weer terug te kijken en uh, ja, dus, ik lig helemaal stuk. Echt ga helemaal stuk, als je ziet wat voor de shit we af en toe ook doen, weet je wel? Maar dat het ja, het is Toch zo van. En we rollen er altijd gewoon op een of andere manier in, weet je wel? Je kan er niet plannen, het gebeurt gewoon en uh, ja, vind, vind ik awesome. Ja. Nummer 8. Nummer 8: Final Fantasy 7 Remake Intermission. Uh, mensen zeiden al voor de geif van: gaat hij nou weer Final Fantasy 7 Remake in zijn top 10 zetten? Ja, maar uh, in dit geval de Intermission DLC. Uh, hier zie je trouwens de, de normale gewoon base game. Maar de Intermission DLC had ik nog niet uitgespeeld. En uh, toevallig heb ik deze gisteren uitgespeeld. Dus dit is echt les met een last toevoeging aan, de, aan, deze, aan deze top 10. Is hij wel van dit jaar de uh, PC-versie op Steam is in ieder geval van dit jaar. Okay. Maar uh, het boeit mij niet of het van dit jaar is. Dit is mijn top 10. Oké, oké. Jij stuurde mij van. Uh... En dat, dat zei hij ook tegen Jui. Want Jui uh, zei tegen mij: Ja, je mag ik alleen maar games van, 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 van dit jaar erin toevoegen. Ik zei: Doe het, is jouw top 10. Jij bepaalt dat. Ja. Wat Ga, gaat hij de deur in trappen oh, als je stronger. het niet doet? <laughs> Weet ja. je? Ik zei: Nee, dat is mijn top 10. Ik bepaal wat erin staat. En, en dat is gewoon wat ik dit jaar heb gespeeld. En ja. ik, had, ik had The Witcher destijds ook, uh, volgens mij, mijn. Top 10 van 2019 of 2020 2020 was dat. Ja, omdat dat voor mij de beste game dat jaar was bijvoorbeeld. Ja. En uh, bij deze intermission had ik nog niet gedaan. Uh, die had ik nu volledig uitgespeeld. En uh, ja, dus ten eerste Final Fantasy VII remake. Ik vind het een fantastische game. Ik vind het. Krankst. Dit is de, het beste voorbeeld van wat je, hoe je een remake kan doen. Er de, 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 de kan niks beter. Sorry Resident Evil. Jullie hebben het ook goed gedaan. Maar dit is nog even next level. Bijna misschien ook geen remake meer, hè? Daardoor. Nee, nee, echt eigenlijk. Maar, maar ze doen het zo goed omdat ze. Kijk, iedereen houdt van Final Fantasy 7. dat is, dit is voor veel mensen misschien de beste game ooit gemaakt. En um, het kutte daarvan is. Dat is een game uit 1997 of, of 98, zoiets, weet je wel. En dit is een minigame. Je zit heel moeilijk te kijken, maar dat is een minigame in de game. Maar hoe heet het? Uh... Het is een game uit 97, 98. Die kan je niet opnieuw maken. Nee. Ik bedoel, er zijn al zoveel kut. dingen veranderd aan, 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 um, aan gaming en, en ook aan RPGs en, en aan alles. Weet je? Ik bedoel, we gaan 30 jaar terug in de tijd. Dat kan niet meer. Dus, wat je ook niet kan doen. Is iets compleet anders doen. Want dan, dan, dan schop je iedereen voor de schenen die juist jaren heeft gewacht op die remake. Dus wat ze nu hebben gedaan, met een soort van alternatieve tijdlijn, multiverses en hoe ze Destiny gaan veranderen. Volgens mij heb ik dit verhaal al eerder een keertje gezegd, maar dat is, daarmee houden ze het oude in stand. Dat is en blijft kennen, dat is gebeurd. Dat, dat, daar is niks aan veranderd. Dit komt er uh, bovenop. Dit is extra. Dit is nieuw. Weet je wel. En dat is voor allebei is er wat. Smart. Ja, vind, vind ik heel smart. En deze Intermission DLC. Uh, tof verhaal over Yuffie. Um, wat wat een, uh, ja, een kleine side character ook is in, in, in Final Fantasy 7. En uh, vooral het einde. Uh, dat wist ik niet eens. Het einde van die DLC. Die gaf zoveel meer uh, uh, cutscenes en backstory nog aan Final Fantasy 7 Remake. Mijn mind was fucking blown. Echt, uh, op stream zat ik echt. Oh my god, what the fuck Red. Dus ja, dat vandaar, vandaar dat hij erin moest. Ja. Maar het is een hele korte DLC, uh, vijf uurtjes of zo. Dus vandaar dat hij uh, op acht staat. Ja. Um, Crisis Core, Final Fantasy 7. Die, die kwam vandaag, uh, of uh, die kwam uh, onlangs uit. En dit um, is een PSP-game. En uh, ik heb deze altijd al willen spelen. Uh, maar ja, ik, ik heb hem volgens mij. Vorig jaar of zo had ik hem geleend van iemand. Uh, maar toen merkte ik: ja, die PSP, het scherm is zo kut. Ik kan geen films kijken op, op een vliegtuigschermpje kan ook geen fucking game spelen op op, een, op een, ja op ja, op een postzegel ten eerste, maar ik heb de allereerste PSP, de allereerste, en die heeft een scherm met een respons tijd van een half uur. Wij zijn gewoon als iets beweegt, dan zie je echt zo'n schaduw erachter. Zou dat ik zit, dat ga ik niet zo, uh, dat ga ik niet zo beleven. Uh, nu uiteindelijk kwam uh, kwam er alsnog een remaster uit, moet ik zeggen, uh, want ja, het is niet echt een remake, het is meer een remaster. Het ziet er bij vlagen echt fantastisch uit. Combat is super tof, uh, zeker met, uh, met, met boss battles en, 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 uh, en sowieso uh, ook de, bij, wanneer je tegen de summons bijvoorbeeld aan het vechten bent. Echt super bruut, maar het verhaal uh, geeft zoveel meer backstory. En Zack, uh, wat toch wel een cruciaal uh, karakter is, ook uh, wat, wat het is, de mentor voor Cloud geweest, bijvoorbeeld. Cloud is natuurlijk hoofdpersonage van Final Fantasy VII Remake. Het gaf me zoveel meer backstory in die wereld waarin ik al. Uh, helemaal verdwaald was en en op verliefd was. Uh, het gaf me gewoon meer van dat en het deed het ook nog eens heel erg vet. Je deed het goed? Het was geen slechte remake. Nee, het was heel vet. Nice. Het was heel vet. Alleen, het is een blijven PSP game ja. en, uh, en ook de cutscenes, uh, de, de FMVs moet ik zeggen. Die waren, uh, ja, het zag er heel lauw uit. Dat is macro-blocking en shit, weet je wel. denk ja, dat kan je niet full price gaan vragen. Ja, dat noem. was mijn enige kritiek. Ja. Gewoon, de game was super, super dope. Maar hoe kan dit even duur zijn als die andere game die je volledig van de grond af aan hebt opgebouwd? Ik vind dat niet correct. Net hetzelfde als bij Last of Us 1 Remake. Ja. Weet je, cool, er zal vast wel een publiek voor zijn. Maar 80 piek? Voor, Iets dat al bestaat. Ja, en de engine die je al had, weet je wel. En al die assets die je al had. Ja. Kan je daar echt volle pond voor vragen? Vind ik niet netjes. Nee. Maar want... oké. Okay. En dat, dat had ik hier ook een beetje mee. Maar uh, qua game, net zoals de Last of Us, fucking fantastisch game. Ja. Moet iedereen gespeeld hebben. Um, dan. Zes. Ja, Marvel Snap. Vet. Ja, mobile game. Ja. Uh, en, en ik ben niet eens echt van, uh, van de card games, maar ik ben natuurlijk wel uh, van, de, van de Marvel shit en uh, fucking love that shit. Dus uh, op een gegeven moment iemand in de community die, uh, die raadde dat aan en um, ja, toen had ik wel zoiets van, laat ik het even gaan checken en cheese, wat is deze shit verslavend? Het is van de makers van Hearthstone. En, uh, oh echt? Ja, ja, ja. En uh, het, het steekt gewoon heel goed in elkaar. Je Blizzard. Uh, ik weet niet, ik denk de developers ja, of zo, okay. ik weet niet. Maar het is van die makers. En uh, je hebt drie arena's. En ja, het is gewoon heel vet om bepaalde sick combinaties te maken. En, uh, en ja, ik, ik ben er wel redelijk goed in, volgens mij. <laughs> dat heb ik nog nooit gehad uh, bij, bij, bij die card games. En uh, bij deze wel. En ik vind het super awesome. Dus. Ja, je zei het inderdaad. En toen had ik zoiets van: crap, dan moet ik dat ook nog maar even gaan uh, gaan. Ja, het is zorgen. echt leuk. Is super toegankelijk. Ik denk dat iedereen kan spelen. Hoe werkt het met de uh, money? Ik heb nog niks uitgegeven. Nee, nee. Nee, ja. Die dood gegooid met irritante soort van koop nu dit, koop nu dat. Nee, nee ook niet. Uh, maar het is een blijven mobile game. Het is een blijft een free to play game. Ik maak me geen enkele illusie dat die shit er uiteindelijk wel in gaat komen. Ja. Dat, dat gaat 100% gebeuren. Het is er nog niet. Dus nu geniet ik er nog van. Dus nu, uh, en zolang het het ook nog niet opfokt. Nu nog, dan, dan komt hij gewoon naar mijn top 10 lijstje. Maar ik ben bang voor de toekomst. Ja. Nummer 5. Destiny 2. The Witch Queen. Ja, weer een grote Destiny uitbreiding. Waar ik ja, weer makkelijk honderden uren in heb gestopt. Lekker raiden uh, samen met vrienden uit de community natuurlijk. Dat vind ik het allerleukste aan deze game. Um, weet je, ik zal het niet eens een shooter noemen. Terwijl het uh, ook een geweldige shooter is wat dat betreft. Ik speel het nooit PvP bijvoorbeeld. Maar ik vind het gewoon leuk om iedere week samen met mensen uit de community. Gewoon even een raid in te duiken. Een dungeon in te duiken. Gewoon af te rieren. Weet je, escapisme waar, waar ik het over had. Andere werelden. Zo voelt dat gewoon ja, grappig. En, ja, ja. En, en, en dan teamwork. Ja, al die dingen komen samen in Destiny. En dat maakt het voor mij nog steeds. Volgens mij staat hij ieder ik Goh, heb, ik heb mijn op 10 verwijderd. Oh nee, gelukkig. <laughs> ik dacht dat ik het kwijt was. En dat maakt voor mij toch dat deze game ieder jaar in mijn top 10 staat. Want ook ieder jaar speel ik dit waarschijnlijk het meeste. En oprecht beleven ook de, de vetste shit hierin. Dus. Uh, dus vandaar. Hoe verhoudt hij zich tegenover andere um, expansions? Was het gewoon goed? Uh, ja, de, ja, ze worden steeds beter in, in die shit. Ja, dat, dat merk je ook wel. Ik bedoel, het is jaar acht geloof ik. Ja, na, na acht jaar weten ze wel wat werkt en wat niet werkt. En uh, ja, de content is uitstekend. En ook de seasonal uh, content is echt een heel stuk beter geworden. Dat haat ik op het begin. Uh, nu hebben ze dat uh, echt heel goed in de vingers. Nice. Ja. Nummer ja. vier alweer. Ja, Marvel's Midnight Suns. Ja, jaloers. Ik dit, was op vakantie dat dit dude, uitkwam. Dit was voor mij de allergrootste verrassing dit jaar, denk ik. Ja. Ik vond deze zo ontzettend bruut. Echt niet normaal. En ik weet nog, uh, jij vroeg in de app... Wie wilde aan de slag met Marvel Midnight Suns? Uh, ik niet. Ik wilde toen appen vanuit Indo. Ja, ik, maar ik kan niet. Uh, ja, ja en, ik, en ik wilde niet. Dus ik had zoiets van, nou, laat maar zitten. Ik, ik hoef hem niet. Ik hou niet van de XCOM games, weet je wel. Dat is niet voor mij. En ik speel ook geen Fire Emblem. Het is een beetje een combinatie van die twee dingetjes. En um, op een gegeven moment kwamen daar nou de reviews buiten. Uh, naar buiten. Ik zag 10 naar 10, 10 naar 10. Veel, veel uh, outlets gaven het een 10, weet je wel. Dus nou ja, ik ken Shelly wel. Dus ik even Shelly DM'en van... Hé, hey, doe maar even zo'n code. Even checken of het, of het wat is dan, weet je wel. Of van ja, laat ik ook maar kijken. Het zal, wel, het zal wel iets goed doen in ieder geval. Ja. Game geïnstalleerd en uh, wauw. Wauw. Weet je, ik denk voor niet-Marvel mensen... Dit is niet je game, denk ik. Er zitten echt heel veel geeky... Maar ook cheesy Marvel-stuff in, weet je wel. Maar gewoon die de fans wel kunnen waarderen. Maar... Als je er buiten staat, denk ik niet. Ik, ik had echt te doen met Boris, dat hij door al diezelfde bullshit... Want het is echt 60-70% verhaal, 30% gameplay. Leip. Dus ja, maar Boris die dan 70% naar Captain America in zijn spandex moet gaan kijken. En, en Doctor Strange en noem het allemaal nee. <laughs> Weet je, die ze Doctor Spooky noemen. Dat soort cheesy shit, weet je. <laughs> allemaal dat soort shit. En... Uh, Nee, en de gameplay was ook nog eens uh, ontzettend diepgaand. En, uh, en de, daardoor, ik, was, uh, ik werd erin getrokken door het verhaal. En de gameplay, omdat die zo diepgaand was, ja, bleef ik uh, bleef er hangen, bleef ik plakken. En uh, ja, deze ga ik nog heel veel uurtjes spelen. Dit, nice. dit is echt awesome. Volgens mij zijn we bij de top drie beland. Yep, dat klopt. Nummer drie, Elden Ring. Pfft. Ja. Ja, ja, ja. En uh, ik zal je heel eerlijk zeggen: ik heb het nog lang niet uitgespeeld. Maar uh, dit was wel een van de games uh, waar, waarbij ik echt ja, het oldschool videogame gevoel had. Gewoon het gevoel, waar, wat ik al eerder zei, op avontuur gaan. Dit voelde op avontuur gaan. Gewoon, je werd in deze wereld gedropt. Geen idee wat de fuck je moet doen. Kijk maar, loop maar, ontdek maar wat je moet gaan doen, weet je wel? En, uh, de, en, en, en zo ben ik de wereld ingegaan en ja, het voelde als één grote ontdekkingsreis met, met heel veel plekken van oh nee, hier moet je niet komen en als je hier komt, moet je dit doen. En weet je, tja, je komt er gewoon achter door het te doen en dat vond ik fantastisch. Um, dus ik heb er, ja, ik ben level 30 volgens mij op dit moment, dus niet, niet super hoog. Um, maar ik ga dit zeker nog verder spelen. Dus, uh, het, misschien was het me nummer 1 geworden. Als, uh, ik kon het niet verantwoorden om dit op nummer 1 te zetten... als ik, als ik niet, niet zoveel uur nog erin had gestopt. Maar uh, dit, dit was insane. Ja, nummer 3 was dat. Ja, nummer 2. Um, Gran Turismo 7. En dat heeft er gewoon zijn beweg mee te maken... dat we uh, één hele fucking console generatie hebben moeten wachten... op een, op een mainline... Uh, Mainline, Gran Turismo Game weer. Het voelde goed om weer een carrière-modus te hebben. Uh, veel verschillende auto's. Uh, toffe tracks weer. Ook weer tracks van Waleer, Trial Mountain, Deep Forest Raceway. Zeg jij over niks, maar dat zijn voor mij echt de, de gewoon tracks die, die, die ik al mijn hele leven speel en uh, die bij GT Sport er niet in zaten, bijvoorbeeld, en waar ik dus een hele konse generatie op heb moeten wachten. En dan ook nog uh, een community gevonden die, die dit net zo tof vindt als ik. En, en we, we hebben een passie ervoor. En iedere dinsdag uh, rijden we een race van een uur en uh, daarna gaan we nog een stuk of vijf, zes uh, sprintraces erachteraan plakken. En dan zijn we gewoon de hele, hele avond bezig en, uh, en het is super leuk, super spannend. Uh, Nee. Ja, fantastisch, alleen uh, hij zou bij mij op nummer 1 hebben gestaan als, uh, als ja, Sony of Polyphony, maar ja, ik neem aan dat dat Sony is, omdat het uh, de uitgever is uh, ja, het niet zo greedy fucking is geweest man, Precies. ik bedoel uh, die monetization shit die erin zit krankzinnig, ze hebben Express, dat is niet een missing feature Express hadden ze er niet in gezet dat je, je auto's kon verkopen, wat letterlijk in elke Gran Turismo kon, Hadden ze gewoon niet gedaan zodat je minder uh, credits zou verdienen nou, wil je dan auto's kopen, word je eerder geneigd om echt geld uit te geven. En ik vind het nog steeds echt krankzinnig dat ik uh, bijvoorbeeld, ik dacht dat ik iets van 120 uur nu in, in heb zitten. Daarin heb ik iets van 30 miljoen credits verdiend in totaal. In totaal, dus ook gewoon inclusief wat ik al heb uitgegeven aan auto's. Nou, daar kan ik, uh, er zijn auto's van, van 25 miljoen die ja. erin zitten. Had ik er eentje kunnen kopen als ik niks anders had gekocht in de, andere, in de hele game. Voor 120 uur. Ja, dat is bullshit. Ja. Dus dat, dat, dat betekent dat je nooit alle auto's kan verzamelen. Tenzij je echt aan no-life bent. Nou, ik denk dat 120 uur in een jaar is toch een redelijk aantal. Zeker. Zeker ook voor een race game. En dat ik dan nog steeds maar één auto daarmee had kunnen kopen. Ja, dat kan niet, man. Dat is echt zo'n slap in de face. Zeker omdat het echt een car collecting game ook is. Ja. Ja, nee, dat vind ik echt schofterig. Echt schoffrig echt, echt dat durf ik er wel bij te zeggen. smetje, daarom op twee. Echt een smetje, want, want de game verder. Hoe het bestuurt, hoe het eruit ziet. Fantastisch, echt fantastisch. Dus uh, ja, helaas. Hopelijk, uh, hopelijk uh, leren ze ervan. Uh, ze hebben in ieder geval in de game gestopt dat je auto's kan verkopen nu. Sinds onlangs pas. Maar uh, die, ja, die krankzinnige prijzen zijn er nog steeds. Dus ja, helaas. Ja, en dan op nummer één... Oh, één, sorry. Inderdaad, ja, de ja. beste game van Koos van 2022. God of War Ragnarok. Ja. En dat zeg ik toch wel een beetje met, uh, ja, ja, met, met pijn aan mijn hart. Omdat ik door, door dit voelt het wel van ja, dat het een matig lijstje is op die manier. Want deze game deed niks nieuws. Het is een super vet game. En uh, weet je, dat vond ik in 2018 ook. Maar hij is niet zo heel veel anders dan de 2018 versie. En, en maar dat, dat had je ook niet verwacht, toch? Nee, nou, had ik niet verwacht, maar nee. wel gehoopt. Weet je, ik had, meer, ik had gehoopt dat het. Ja, ja, toch iets anders zou doen wat dat betreft. En dat hebben ze niet gedaan. En dat maakt ook niet uit, want het is nog steeds een mokerharde game. Maar dat dan mijn nummer 1. Eigenlijk gewoon dezelfde game is als 2018. Ja, vind ik jammer. En, en ik zit het lijstje te kijken. Ik kan geen enkele andere game op nummer 1 zetten. Dus nee. dat, dan voelt het jammer dat dat mijn nummer 1 is. Want het voelt niet als een persoonlijk. Dit was echt een coast game op nummer 1. Nee, dit is de game die waarschijnlijk. Ja, vier andere games ook op één hebben, weet je wel. Ja, dus dat, dat, dat vind ik jammer. Maar God of War is fucking gruwelijk. Dus ja, oké. Okay. Het is wat het is. Ja, en de rest van je lijstje is weer behoorlijk uh, eclectisch. Ja. Het is grappig dat je hebt altijd best wel een aparte uh, uh, top 10. Uh, ja, vind je? Ja. Ja, ik weet niet. Voor mij zijn het toch wel. Alleen maar je kan er nooit pieters. heel erg een pijl optrekken. Dat is grappig. Bij, bij, bij mij bijvoorbeeld. Of bij JJ. Je kan, ze, je kan ze er zo uitpikken. Die, 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 die en die. Ja. Uh, en bij jou is het altijd soort van kan het echt elke kant op. Maar ja, omdat ik in de. Som, ik zit soms in de South. En, en dan, dan is dit het jaar voor mij uh, dat ik veel veel RPG's ook heb gespeeld, bijvoorbeeld in één keer. En dat kan een één jaar. We zijn er, dat heel erg veel speel. En dan, dan volgend jaar bijvoorbeeld helemaal niet. Nee. Dus ja. Ja, nee, daarom. Dat wel. Is dat hij is inderdaad uh, vrij dynamisch. Uh, maar ik had eigenlijk een andere nummer 1. Ja. Want dit waren negen titels. Precies. Dan toch nummer 1. Pak je er even bij. Ja. Dit is mijn nummer 1, jongens. Dit is, uh, dit, dit is voor mij... Dit is echt iets voor mij waar ik echt super enthousiast ben geworden over dit jaar. Dus God of War staat op 2. Dit staat bij mij op nummer 1. En daar kan ik me leven. Want dit... Dit is zo'n fucking vet device. Ik heb er echt lang op moeten wachten. Zes maanden uh, ongeveer. Maar hij is, uh, hij is eindelijk binnen. En um, vooral, het heeft er ook mee te maken dat ik veel reis natuurlijk voor werk. Ik zit, uh, ik zit dan, als ik hier naartoe kom, zit ik zeker 2,5 uur in de trein. Bij elkaar. En uh, nou, hiermee kan je gewoon volwaardige PC-games. Gewoon meenemen. En dat is uh, voor iemand die dus veel reist, is dat echt super tof. Want je hebt cloud saves. Dus je kan gewoon echt. De... Kijk, Nintendo heeft dat ook met de Nintendo Switch. Maar om een of andere reden, ik heb heel veel liefde voor Nintendo, maar de meeste games van de Nintendo Switch spreken me gewoon niet meer zo wel aan. Weet je, er de, de Zelda die ik absoluut ga spelen, Metroid die ik absoluut ga spelen, maar de rest, het doet me niet meer zoveel. Weet je, en, en dan. Als je dan de, de, de echt gruwelijke games hebt, die ik nu wel speel. Die draai je niet op een Nintendo Switch. Die draai je daar gewoon niet op. De, 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 en dat is jammer. En deze heeft gewoon mijn echte volwaardige PC-games. Kan ik gewoon meenemen. Final Fantasy VII Remake onder andere. Die ik dus opnieuw heb uitgespeeld dit jaar. Uh, dit keer met alle fucking sidequests. Alles gedaan. Om, omdat ik dat gewoon hier op uh, in de trein kan spelen hierop. En dan uh, kom ik thuis, upload hem naar de cloud. En dan ga ik gewoon verder op PC. Ja. Dat is amazing. Dat is echt, uh, echt een je, amazing gevoel. heb decennia op gewacht. Hier heb ik echt op gewacht. Want wat ik al zei, ik heb een PSP. Ik heb een Nintendo DS gehad. Ik heb een Nintendo Switch gehad. Uh, en ik was altijd fan van portables. Maar ik was altijd fan van het idee van een portable. En uiteindelijk speelde ik dat nooit op. Hoor. Simpelweg omdat of het scherm te klein was. Of dat ik kramp in mijn handen kreeg. Of dat het niet volwaardige games zijn. Weet je, bij PSP... Ik kwam het een beetje in de buurt van Playstation 2 games maar toch weer net niet, weet je wel. En um, nee, dit was voor het eerst echt een volwaardige game. En het ligt lekker in de hand. En het groot grootscherm. Ja, dit, dit had alles. En cloud saves, dus dat ik het ook nog gewoon op een, op een volwaardige grote PC kan spelen in vol ornaat. Ja, dat was voor mij echt fantastisch. En uh, ja, zodra je hier in Steam Deck 2 komt met een OLED-scherm. Ben ik de eerste die hem, die hem gaat kopen? Dit, uh, dit was echt mijn nummer 1 aankoop van dit jaar. Echt fantastisch. Uh, alle games die je hierop kan spelen, top. Heb je nog iets? toch uh, blij over mijn top 10 nu. Ja, Waarom? Ja. Ik wou net zeggen, je hebt er toch 10 uh, van weten ja. te maken. Ja, dat wist je natuurlijk stiekem al. Maar heb je nog iets? Uh, dit is je laatste item, denk ik, uh, van het jaar. Als in dat uh, mensen zien, het is niet het laatste wat je op gaat nemen. Nee. Maar, uh, we hebben nog een stream en, uh, en nog wat uh, nerdculture en wat dan ook. Maar zijn er nog dingen die je wil zeggen over dit jaar of over volgend jaar? Of tegenkijkers? Uh, nou, volgend jaar gaat voor mij persoonlijk een stuk beter jaar worden dan dit jaar. En, uh, en, en ik hoop dat dat reflecteert in, 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 in de content. Ik bedoel, uh, moeilijk jaar gaat ook. En dan, wat ik zeg, soms verval je af en toe in, in, in oude gewoontes. Die, die ik niet wil, uh, zoals ik niet wil zijn ook af en toe. En uh, dat vind ik kut. Maar ja, wat ik al zei, soms, soms ben ik een lul. Vind ik zelf ook. En, en dan denk ik van ja, dan moet je aan werken. En, uh, en dat doe ik. En uh, ik heb goede hoop voor 2023. Ja, ik wou net zeggen, the only way is up dan, toch? Ja. ja, ja, zeker weten. Amazing. Thanks. Ja, dankjewel.